Wat is de Rabbit? Oh, de Rabbit is een van de eerste, zeg maar, gepopulariseerde vibrators door mainstream media. Oh, okay. Nee, inderdaad. Nou, het was wel een soort van popcultuur, want hoe heet het? Sex in the City. Oh. Die hadden de Rabbit. Ah, Carrie Bradshaw met die Rabbit. Ja, en daar zit een hele leuke feature op. Prins en Langer Licht. Allebei in Noord. Ik heb echt niks gezien. Langer Licht. Heb je bij? Ja, ja, die is... Nee, Chiron zei net, ik kan... Hoeveel zit ik nu? 7? Ja, ik ben er echt 3 ben ik niet mee gaan schrijven, dus ik weet het niet. Langer Licht. Jij kan dingen. Jezus. Blue, wat? Turkstruit. Blue Oath. Wat? G-L-U-C-K-A-U-F. Ja, what the fuck, Kevin? Ja, weet ik niet. Ja, ik heb er 7 niet. Heb je nog een andere fles? Zet ons nu maar aan. Dit gaan we niet horen, denk ik. 8, 9. Je hebt er 9 en ik mis er 3. Dus je bent de 10 overstegen. Iedereen heeft het zelf kan. Wat lachen ze? Kevin. Life is good. Oké, rest in peace aan deze fles. Die gaat het aan mij terug. We gaan naar wit, jongens. Helemaal goed. Met een mes. Nee, kan sowieso. Waar gaan we het over hebben vandaag? Ja. Over van die 4-minute DIY's. Ja. En dat je dan allemaal gekke video's krijgt. Wat? Die gaan we zelf maken. Kijk, van die 5-minute DIY's op Facebook. En dat ze dan steeds hele rare shit gaan doen. Zoals instant noodles in je haar vlechten. En dat ze dan zeggen van, kijk, easy hairstyle. Dat. Oh. Je moet 1 keer inloggen op Facebook, dan ben je er. Baddenveld Spanje. Ja, of harde. Als ja, harde. Ja, dat is ook echt een raar. Ja, 11 euro. Gewoon de Justin Timberlake. Ja. Die cognac noodles. Cognac noodles? Nee. Call it out arme noodles. Van die logo van de nazi's. Nee. Heerlijk. Ik heb die een keertje gekocht via zo'n discount site. Die dunne zijn oké, maar ik heb de laatste udon versie daarvan gehaald en dat... Waarom? Ze zijn ook zeg maar lang houdbaar. Cognac noodles. Oh ja. Dat ja. Zijn echt heel maar zit er cognac in? Nee, een soort gekke Japanse wortel, toch? Die doorzichtige shit, toch? Dus ja, heel doorzichtig. Nice. Nee, niet nice. Ja, nou, dat dunne wel. Ja. Van die koolhydraten. De limoenachtige dingen. Ja. Maar je hebt ook de udonvorm en dat is vierkant. Oh. En doorzichtig. Lijkt het ook qua soundly? Ja, maar everything okay. Is perfect. Okay. Rolling? Ja, Roland. Oké, okay, dan. Ik ben bang dat... Yo, dit is echt... Nee. Is hij kapot? Maar het ding is... Nee, het is gewoon echt... Ik heb kanker die er mij gehoord. Of we moeten hem erin duwen. Ja. Is echt de slechtste wijnopener ever. Hoe heet deze nachtwinkel? Non-shout-out okay, naar deze winkel. Oké, lukt wel. Oh, wow. Ja, we gaan hij is ook... Oh, nee. En die, ja, dit gaat. Dit zo heb ik je ooit leren kennen, hadden. Ja, we gaan weer beginnen. Standaard draait zich om. Oh! Spannend moment. Iedereen. Nou, wie wil erbij? Ja, lekker. Deze wijn is. Ik ging dus naar de wijnhandel en toen kwam er meteen zo'n guy me af. Zei: kan ik je helpen? Dus ik zei: nee, kijk even rond. Ik ging rondkijken en dacht ik. Ja, wie houdt voor de gek? Je moet me wel helpen. Welke wijnhandel was het? In Zuid, op de chique mensenweg. De chique mensenweg? Wijn of gewoon normaal wijn? Nee, gewoon normaal. Maar toen realiseerde ik me dat ik helemaal niet genoeg verstand heb om iets nuttigs te zeggen. Mega awkward ook in zo'n restaurant zo. Moet je even proeven? Nee, dat vind ik dus niet meer awkward. Nee? Nee, omdat ik dan gewoon denk, ja, vind ik het lekker of niet? Maar ben je dan ook aan het spoelen? Ja, proost jongens. Proost. Op de Alleke podcast 4 uur binnen 2 uur duo. Ja, toch? Wauw. All in spirit. Nee, ik vind dat, daar ben ik overheen dat ik het awkward vind. Ik denk, ja, oké, okay, je wil weten van mij of ik het lekker vind of niet. Ja. Maar, heeft iemand wel eens gezegd nee? Heeft iemand iets uitgerusteerd? Aan deze tafel bedoel je? Ja? Ik niet. Wel eten volgens mij recentelijk, mijn vriendin. Mm. En dat was... Nee, oké, maar eten... Volgende vraag aan jullie. Maar eten, dat is iets anders of zo, maar een wijn... Iemand laatst, was het Abel? Het was Abel bij... Het was Abel bij Szechuan. Oh, maar toen waren we al helemaal... Toen ja, ik heb het helemaal niet Nee, dat was het van, nee, dat is hem niet. En die guys zijn ook een beetje zo van, je hebt nu flessen opgeloofd. Ja, Szechuan is ook niet echt de plek om zo van... Zat dan bij een broer aan de maar... Wel shout-out naar Szechuan, zo. Ja, het is wel fucked up in de zin dat zo'n fles kan je nou weggooien. Of doet hier nog een dingetje op.
dan, niemand kan het, dat is geen reden om het weg te gooien op dat moment. Nee, maar stel ik heb die fles van 30 euro besteld, ik proef en ik vind hem niks. Ja. Wat gebeurt er dan mee? Wordt hij dan per glas leeg geschonken? Verbrand door de H&M. Ja. In zo'n lens. Niet leeggieten omdat jij een mening hebt over wijn. Nee, zo. Nee. Oh, ik heb die wijn zoiets. Nee. Jij niet lekker oké okay meer bij mij. Wijn goed, ja, want dat is geen dagwerk, toch? Dan. Na sluit gewoon aan de bar hold. Ja, precies. Maar je hebt wel eens eten teruggestuurd. Vertel. Ik heb één keer in Brabant op een camping eten teruggestuurd. En de frikandel was niet gaar. Ja, nou, het was. Ik had pad thai besteld. Dat was mijn eerste fout. En ik had op een camping in Brabant. Ik weet het. Ik wist niet dat dat geen goed idee was. Ik had pad thai besteld en noedels. En ik kreeg gewoon voor de noedels kreeg ik spaghetti in bouillon. Lekker. Was echt fucked up. En toen dacht ik af van, nou, misschien moet ik zo huilen. Want ik was bijna ongesteld. En toen kreeg ik die pad thai. En dat was gewoon niet één van de bestanden. Hetzelfde, dat was ook gewoon spaghetti in. Je was ineens dan wel ineens noedels. Van okay. Gilles, ja. Van Peter Gilles. Of van vakantiepark zat je? Ah, ik weet niet meer hoe het daar heette. Maar ze hadden een heel passieloos animatieteam. En daar was ik wel weer heel tevreden over. Oh. Dat er gewoon mensen staan van, ik wil hier niet zijn. Ik wil hier niet zijn. Maar animatiegasten, dat zijn echt de helden van kinderen. Even, dus wat animatie als in... Gewoon het clowns op de camping. Heet dat animatie? Ja, ja, het animatieteam. Ja. Daar zit gewoon echt goede, sikke documentaire of film in waarmee ik al 4 jaar lang loop te snap ik. Overdag de helden van de Je hebt een boek van Chuck Palahniuk, van een gast die een ridder speelt. En die wordt dan op een gegeven moment helemaal lost. De schrijver van Fight Club, dan gaat hij helemaal lost in dat karakter. En dan wordt hij helemaal gek en dan denk ik dat hij echt een ridder is. In de avond zijn het gefaalde acteurs. Overdag ook. Maar wie bedenkt ook, ik word onderdeel van een animatieteam. Nou, volgens mij daar niemand. Niemand wilde dat. Is het niet de onderste treden van het acteurschap? Ja, ik denk het wel. Met alle respect. Een soort van, toen ik heb regelmatig geen werk gehad toen ik nog acteur was. En er waren echt een paar momenten dat ik dacht, oké. Nee, echt? Maar ze animate some shit. Nou, ik stond op het punt om een brief te sturen naar Dungeons, Amsterdam Dungeons. Oh, daar vroeg ze wel altijd mensen. Dat zat ik weer. Dat lijkt me niet het kutste. Nee, maar dat is gewoon als een onderzoek. Voor kan je even doen hoe je dan mensen naar binnen zou krijgen? Met zo'n bel en zo. Ja, dit. Nou, finger shield. 50% discount. Als zeer getalenteerd en geliefd acteur vond ik het wel... Als je het beneden is dan. Ja, precies. Ik heb ook... Clinic Clowns was ik ook al uitgenodigd voor de auditie. Maar toen heb ik eerlijk teruggemaild van... Yo, als ik dit zou doen, zou het echt alleen voor het geld gaan. Om het geld gaan. En niet voor de lach van een kind. Yo, wil jij een clown zijn? Oh! Het is discutabel of ik niet al een clown ben. Maar los daarvan... nee, maar dit is toch wel een soort van... Ik dacht dat je ging zeggen... Ik ben bang dat ik elke avond huilend in bed lig. Omdat ik allemaal zo... Kinderen die zich daar aan het kijken de hele dag. Maar je hebt het ze echt teruggemaild. Okay. Ja, nee, ik kreeg toen net op het goede, juiste moment gelukkig een heel toffe klus aangeboden voor 5-6 maanden. Uh-huh. Dus ik constant gewoon een mail sturen van, yo, sorry man. Dus ik zou dit alleen doen voor de money. Ja. En anders was het... Anders was ik denk ik wel naar die auditie gaan. Want ik moest van tevoren ook zo'n heel plan schrijven van... Ja, wat voor type clown ben jij? Oh, wow. Oh mijn god, staat dit nog op je computer? Maar wat voor een type clown ben je? Ja, wat? Ik ging voor de PRO. Wat? De lachende traan, PRO. Oh. Ja. De Italiaanse witte... Ja, precies. Ja. Maar wat zijn andere types? Pennywise. Ronald McDonald. Je hebt verschillende. Luister, dit is mij verteld door een clownist. Iedereen noem je heeft het zo? Iedereen heeft zijn eigen soort clown in zich. Wat voor clown zou jullie zijn? Ik weet niet, altijd die clown die Cam is van Modern Family. Gewoon zo'n dikke... Cam is toch ook altijd een clown? Dan gaat hij in. Wat voor clown ben ik? Ik geen idee. Ik denk dat ik hem al ben. Ik ben volgens mij de clownversie van mezelf ben ik heel vroeg in mijn leven tegengekomen. Daar heb ik nooit echt afscheid van genomen. Ja. Mm-hmm. Kloontje, Reuzekind Kloontje. Oh, die was heel goed. Ja, die was fucked. Die vind ik niet leuk. Nee. Ik moet wel zeggen dat over animatieteams gesproken. Bij het Land van Ooit hadden ze, daar heb ik laatst een artikel over gelezen, dat ze echt een heel... sectisch. Zijn die ook racistisch? Oeh. Is dat sectisch? Is het intersectioneel feminist? Maar was het ook dat ze laat ik allemaal paalden en soort van, dat het een hele geile bende was met de ridders en de jonkvrouwen? Volgens mij wel. En er is een ridder overleden. Klopt. In, ja,
Nee, hoe dan? Ja. Bij tijdens een stunt, met een paar... Niet. Ja, ja, ja. In front of the kids. Niet veel later zijn ze ook failliet gegaan. Ja. Oh, wow. Jij bent er laatst geweest, toch? Ik ben er laatst geweest. Er woont iemand daar in dat kasteel? Ja, er wonen meerdere jonge mensen in dat kasteel. Antikraak of zo. Antikraak. En die wonen daar nu totdat er een oudere guy een soort van ALS-centrum van gaat maken. Oh, dat is wat deprimerend. Ja, maar wel echt een soort van leiplan van hier komt research en ja... Oh, vette guy. Yeah. Oh. En zij mogen er ook blijven en zo. Echt? Ja. Heb je onze gast al geïnteresseerd? Nee, nee, maar ik vroeg me net af of we dat wel moeten doen. Tuurlijk, dat mag altijd. Ja, okay. Na een kwartier. Wat is deze prop trouwens? Dat statief. Oh! Heel vet statief. Jij hebt het meegenomen. Nee, statief uit de tijd van Humphrey Bogart. Ja, ja, vet. Jaar 50. Wat is je lievelings Humphrey Bogart film? Mijn wat? Je lievelingsfilm van Humphrey Bogart. Jezus, wie is Humphrey Bogart ook alweer? Wow, je moet zeggen. Casablanca? Casablanca. Is Casablanca Humphrey Bogart? Ja. Oh, ja. God. The Treasure of the Sierra Madre. Ik heb hem nooit gezien. Ik heb ze allemaal ook niet gezien. Oh, ik ben echt zo'n cultuurbarbaar. Ja, echt veel misschien vlakken. Ooit een soort van... Ja? Maar Casablanca heb je gezien of heb je niet gezien? Dat is niet van die misschien gezien. Ja. Ik heb hem gezien toen ik 15 was, volgens mij. Dus ik weet niet of die... We'll always have Paris. Ja. Ja, dat is Casablanca. Ja, precies. Nee, cultuur. Maar die films zijn zeg maar echt uit de zwart-wit era. Ja. Yeah. En een soort ouderwetse acteerstijl. Gewoon nostalgie, ook al barok. Die tijd zelf niet meegemaakt. Barok? Ja. Barok, ik vind het barok aanvoelen als in een ouderwetse. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik de jaren 50 zwart-wit films, ik het helemaal niet gek. Ik heb mezelf heel lang voor de gek gehouden. Nou, wait a ik geef nooit een kans. Wait he, de meest bekende uit die era. Rosebud. Citizen Kane. Ja. Ja, uitzonderingen daar laten. Maar ik was laatst naar een soort van klassieke film noir in de film hadden dat ik dacht van ja, dat moet ik zien, dat is vet. En ik was echt bored out of my mind. Dat is gewoon heel traag. Het zijn veel tragere films, toch? Ik denk dat onze hersenen gewoon... TikTok-fight. Ik ben heel... Ja. Dat niet in mijn geval, maar MTV-fight wilde ik zeggen. Een beetje Guy Ritchie-achtige stuntscènes. Ik merk dat ik heel geïntegreerd ben door die oude, oud-pratende stemmen, zeg maar. Ze spraken toen heel anders. Nou, dat komt ook zonder filmneurtechnisch technisch te gaan doen, dat komt ook door de microfoons van de tijd. Dat klinkt allemaal als een soort van polygoon journaal en een soort van, dat klinkt gewoon op zo'n manier. Wat is de eerste Nederlandse film die jij ooit hebt gezien? Vlodder? Ik denk Vlodder. Ik denk Costa, jongens. Echt? Dat was mijn era. Ja, Costa, Daan Huijsman. Oh, yeah. Maar keek je niet in een klein was ik denk Vlodder? Ook Vlodder. Ja, ook wel. Maar ja, Vlodder, maar dat is meer de tv. Nou, nee, de hoe heet het? 32. Of de of het zakmes of de schaakkoningin. Zakmes is echt zo'n schaakkoningin. Ja. Lijpe meid. Ik denk mijn eerste Amsterdam toen ik 8 was. Oh, misschien wel, ja. Amsterdam. Nee, wel eerder Vlodder. Ja. Minoes. Minoes Poes, inderdaad. Oh. Ook die, ja, klopt. Met wie is dat? Carice van Houten. Oh ja. Ja. Maar dan... En Theo Maas. Echt voor in het jaar en Theo Maas, inderdaad, ja. Want Carice van Houten speelt nog niet zo heel lang, toch? Ze was in ieder geval Minoes. Minoes de Poes uit de Emmalaan. Dat was jouw eerste film? Nou, ik ben er in ieder geval 14 keer heen geweest toen ik klein was. Oh. Dat heeft me echt gebrainwashed. En die hele gore Sinterklaas film, die was eigenlijk best wel sick. Fucking sick was die. Die heb ik niet gezien. Het was vooral leuk omdat je dan heel Amsterdam ook ziet. Ja. Ja, ja. Nou, precies. Sommige Nederlandse films zijn gewoon leuk om te kijken, omdat je dan denkt, hey, daar fiets ik elke dag. En nog even, zometeen komt jullie introductie. Okay. Maar is er al een echt litte horrorfilm in Nederland gemaakt? Nee. Gewoon echt goed. Nee. Geen? Nee? Ja, The Lift. Wel Human Centipede is toch van een Nederlandse dat is waar. Character? Welke? Human Centipede. Ja. Wij hebben hem die regisseur een podcast speelde krijgen, maar geen interesse. Ja, maar die is in het Engels, maar in het Nederlands... Hij komt aan het eten. De Pool vond ik oké. Voor de rest, nee. Waar ligt dat dan? Ik denk dat het hier niet heel erg leeft onder de makers. Die krijgt niet echt de kans om het te maken. Het probleem is ook, zonder dat het snobistisch klinkt, heel veel mega horrorliefhebbers of horrormakers zijn niet per se goede filmmakers. Ja. Nou ja, je hebt best wel veel horrorfilms zijn gewoon, daar zie je aan af van oké, dat is iemand die echt van horror houdt en die wil heel graag een horrorfilm maken, maar dus je ziet dat er dat het niet per se een goede filmmaker is. Dus een verhaallijnen die laten we even de te wensen over. Het is meer een soort van dat het dan
heel snel een soort corny en soort plat wordt of zo. Older ja. horror. Ja. Maar wat was jullie favoriete horror of actie tv-serie van het afgelopen jaar? Of tenminste Netflix, HBO, Videoland serie? Kijk, ik bijna geen series. Niks? Ik kijk wel heel veel, maar ik weet even niet. Succession. Ja. Nee, maar dat vind je ook. Succession. Ja, maar dat is geen horror of actie. Toch? Nee, maar dat. Of gewoon überhaupt in het algemeen. Netflix, ja. Succession was crazy. Niet gezien. Kan niet zo. Ik hoorde dat een serie over dat jij zei dat jij heel vaak series kijkt op dubbele snelheid. er was een periode, dat moet je recht zetten, er was een periode dat ik alles op dubbel zo snel zette. En toen werd ik daar... Dat kan dat op Netflix ook? Ja, dat kan op Netflix. Holy shit. Dat doe ik soms nu alleen. Maar ik heb zelfs een extensie voor op mijn Chrome, waarin je dingen nog sneller dan twee keer zo snel kan zetten. ik snap het wel. Want sommige... dit is natuurlijk... Je spuugt letterlijk in het gezicht van degene die het gemaakt heeft. Maar goed, dat daar later, whatever. Ik snap het bij bepaalde dingen wel. Want ik zit. De reden dat ik best wel weinig series kijk is ook dat ik gewoon heel vaak gewoon. Ik ben gewoon bored. Soort van, ik heb gewoon het geduld niet. Ja. Het zal wel. Ja. Het kan, dus ik snap wel ergens. Dat is een soort chopped and screwed-achtig idee. Alleen dan daar aan de andere kant op. Ik kom er laatst achter dat je voice notes twee keer zo snel kan luisteren. Dat is echt top. Ja, dat is top. Oh shit. Oh, brrr, top. Hoppa. Ja. Ja, maar hoe gaat het met je leven? Wordt het je die stem dan al niet twee keer zo snel? Jawel, tuurlijk. Ja. Maar dan praat iemand vet snel. Nou, het zal je verbazen dat bijna iedereen die praat, als je hem twee keer zo snel zet, is fijn. Ja. Ja. Maar toen ik het merkte, werd ik boos op diegene. Omdat het anderhalve keer zo snel... Iedereen wordt heel zakelijk. Jij ging gisteren naar de supermarkt. Blablabla. Dus ik dacht, ben je geïrriteerd op me? Gaat het goed met je? Waarom doe je zo zakelijk? Oh, toen had je hem op anderhalf staan. Ja. Ja, Hoe lang mag je boos op me? Voice note maximaal vullen zijn? Ik ben klaar na een minuut. Ja, ja. Oh, een minuut iets meer. Ja, ja, ja. Maar twee minuten denk ik al van misschien ga ik niet luisteren. Nee, maar dan denk ik echt aan de hand, joh. Ja, af en toe zie je een bericht en dan zie je een voice note van 4 minuten. Ja, maar jij voice note, ik heb laatst ook aangegeven. Wij werken natuurlijk op professioneel vlak veel samen. Ik heb laatst ook aangegeven van ik ben klaar. Ik wil vandaag geen voice note. Ja, maar dan heb ik gewoon iets in mijn hand of dan ben ik met iets bezig. Ja, snap dan, ik. Maar de grap is wel dat, zeg maar, als je dan een breakdown doet. Had die voice note ook een appje van twee woorden kunnen zijn? Ja. Nee, dat is niet waar. Ik vind alle voice notes wel prettig. Ik weet nog de allereerste keer dat ik in de metro zat en er was een chick, was een soort van voice notes opnemen. Toen wist ik nog niet dat kon, toen was het net nieuw of zo. Toen dacht ik echt, what the fuck is zij aan het doen? Ik begreep het niet. Zij zat heel staccato, raar telefoongesprek met iemand op te voeren en dan heet het niet en zat wel. En toen een week later stuurde iemand mij voor het eerst een voice note. En toen weet ik dat ik dacht, dit wordt een ding. En dit wordt vet. Ja, Nee, ik was niet blij. Ik dacht, dit wordt gewoon de hele... Jongens, mijn max is 19 minuten of 20 minuten. Als ik een voice note inspreek, dan is dat altijd tussen de 5 en 10 minuten. Gewoon naar vrienden voor een update van het leven. Ja, en als ik het terugkrijg, vind ik het heel kut eigenlijk. Ja. Maar is het dan een soort van vervanging voor een avondje kroegs? Van oké, update. Nou, dan is het een beetje even een recap van, wat heb je deze week meegemaakt? Is er nog juice? Is er nog... Ja, en dan is maar achteraf denk ik altijd, dan moet je echt ervoor gaan zitten. Notities maken. Ik heb ooit nog wel eens op mijn laptop het aangezet. En dan op mijn telefoon notities gemaakt. Hier moet ik op reageren. Ja, makkelijk niet. Dan zou je ook moeten zeggen, oké, als je me zo'n lang verhaal wil sturen. Break it down in soort van hoofdstukken. Dan kan ik eigenlijk wel, ja, stom. Maar ja, maar het type is vermoeiend. Maar is het in plaats gekomen van bellen voor jullie dan? Ja, dat is toch weer een handeling. Je moet bellen, het gaat over, die persoon moet opnemen. Zeker voor iets kleins dat je wil vertellen. Je haat bellen. Ja, liever voice notes. Lekker op je eigen moment. Maar laatste WhatsApp had ik zo'n meer lezen bericht. Dat dacht ik ook van. Ja, dan ben ik op de een of andere manier altijd wel schrikker, omdat ik dan denk van, oké, dit moet wel iets vets zijn. Ja, zeker. Maar doen jullie aan slaaphygiëne? Dat je voor een bepaalde of na een bepaalde tijd niet meer je app of je telefoon pakt? Dat je denkt van, oké, nu is het over? Nee. Maar ik dacht gewoon, slaaphygiëne klinkt gewoon. Ja, douchen jullie voor Ja, slaaphygiëne. Trekken jullie ergens anders dan je eigen bed af? Ik heb een vaste kamer. Niet in bed. Nee, dat doe ik niet. Ik ben ook alleen maar aan. Gewoon aan. Ja? Nou, ik heb mijn telefoon in een andere ruimte. En dat is echt fantastisch. Ja, goeie. Ik leg hem rond 11 uur weg meestal. En dan blijft hij wel gewoon tot de ochtend.
Ik leg hem heel vaak om 9, nice. 8, 9 leg ik hem in de lader. Maar als ik hem weg heb, heb ik wel zo'n tv die aanstaat waar ik naar aan het kijken ben. Dus ik weet niet of dat maar het is anders. Oh, je hebt een tv aan je voeteinde. Op de afzuigkap. Ja, en dan op stil. Wat? Oh, dat op de afzuigkap leg. Ja, maar ik ben wel geïnspireerd door jou, want jij hebt het echt al 2 jaar erover dat je het telefoon weglegt op een gegeven moment. En toen dacht ik na onze laatste vakantie in Berlijn van ik moet meer lezen, meer televisie kijken, minder telefoon. Weet je wat dus heel erg is, wat ik dit weekend realiseerde? Toen had ik hem weggelegd, maar dan, ik zat op de bank en dan daar is mijn tafel, toen had ik op de tafel gelegd. En toen merkte ik dat hij alsnog een soort van mijn aandacht wil, van calling my name. Toen ben ik dan mijn werkkamer gelopen, heb ik hem daar neergelegd, terug op de bank gaan zitten en dacht ik, kut. Ik ben echt een zwakke kleine bitch. Dit verandert echt veel in mijn hoofd. Het feit dat hij niet dadelijk, met het feit dat ik dan letterlijk naar die andere kamer moet lopen, veranderde gewoon iets in mijn hoofd. Dat is wel heftig. Ik vond het wel een heftige realisatie. Oké, dat is wel dus in hoeverre je de hele tijd geneigd bent om dat ding. Ik weet nog toen ik de eerste keer naar Tokio vloog. Dat is een vlucht van 11 uur, de langste vlucht die ik toen had gehad. Dat ik toen letterlijk een soort van ontwenningsverschijnselen merkt, omdat je een soort van niet verbonden bent met het internet. Oh, dat ik zoiets had van, ja, gewoon dat wel een soort van fantoombein. Er gebeurde fysiek iets met me. Niet heel heftig, maar ik voelde wel iets soort van een alsof, waar zou je het mee kunnen vergelijken, alsof je je sleutels niet mee hebt. En ze zitten wel safe, maar je hebt ze niet bij. Je kan soort van, je hebt niet de vrijheid, je bent afhankelijk van iemand anders of whatever. Weet je wel, zoiets. Een soort van heel, dat was heel raar. Ja, telefoons, echt, echt kut eigenlijk. Ik heb ooit weer. Introductie. Ja. Ooit een keertje een maand Instagram van mijn telefoon afgehaald. En dus dan ga je ook voor het slapen gaan niet meer scrollen. Volgens mij een uurtje voor het slapen gaan weggehaald. Toen had ik zo'n Fitbit, die ook je recovery meet. En mijn remslaap, die was met 30-40% erop vooruit gegaan. Dat is niet normaal, ja. Dat is echt niet normaal. Sick. Dus, that note. Welkom in de show, Caroline. Hi. Wat leuk hier te zijn, jongens. Kapotkast is al jarenlang een ding. Allrounder, toch? Volgens mij, zangeres, / voice acteur talent. Boeker, wat ben je eigenlijk niet? Oh, heel veel dingen niet. Danseres? Deze week. Hallo, ik ben Caroline. Hoe moet ik mezelf introduceren? Nee, Sharon doet het. Ik heb het niet gedaan. Welkom in onze show, Caroline. Heel leuk. Dankjewel. Aangenaam. Volgens mij ontmoeten wij elkaar voor de tweede keer in mijn leven. Misschien de eerste keer was... Leven heel vaak. Ja, ik zie jou constant op je Instagram voorbij komen in elke commercial. Toch leuk, ik had het net ook met Virosa. Ik ken Virosa echt al, denk ik, 1,5 jaar via online. Maar dan... Noem je dat kennen dan? Is dat zo? Niet tussen jullie persoonlijk, maar... Nee, we waren DM'en, dus voor mijn gevoel ken ik haar wel. DM'en, woe. Ik heb haar ook al geappt en zo en dergelijke, dus dan vind ik wel dat je elkaar mag kennen, toch? Okay. Ja, ja, Kevin. Corona is gebeurd ook nog. Kevin. Zonder mij geen relatie niet. In real life gezien, dus als het dan wel zover is, dan vind ik dat... Ja, volgens mij hebben we elkaar 1 keer bij verjaardag van Allen gezien. Zou je maar kennen. Bij die Surinaamse tent in West. Oh ja. Ja, ja. Die niet op bestaat. Uitgelucht. Nee, rest in peace. Oh. Nou, hartstikke leuk dat je bent. Wat heb je vanochtend gegeten? Doe sinds een paar maanden intermittent fasting. Dus ik begin pas om 12:30 met eten. Mm-hmm. En dat Top. Was... ik doe eigenlijk meestal een window tussen 12 en 8 eten. En dan 8:00 s'avonds tot 12:00 s'middags niet Schrijven. Eten. Snuiven. PTA. Gewoon snuiven. Dan lukt het wel. Geïnspireerd op onze boksleraar Allen Wissam. Ja. Want Wissam, dat is een bokstrainer. En die deed Ramadan. En die zei, ik voel me energieker en fitter dan ooit. En ik eet het de hele dag niet. En ik kan in 1 keer in plaats van 10 pull-ups, kan ik 15 pull-ups achter elkaar. Toen dacht ik, ga het toch proberen. Dus dat doe ik nog een paar maanden. Ja. Ja, en ik at om 12:30 2 crackers met hummus, een laagje vegan kaas en avocado. Hoppa. Bam. Ik verstond een laagje Living Dream. Vegan kaas. Oh, ik verstond een laagje wiet en kaas. Nou, goed het ook. Nee, ik heb ook al een tijdje intermittent gedaan, maar
Stel maar dat je om 8:30 of 9:00 maar, nog trek hebt en iets lekkers. Maar voel je daadwerkelijk beter daardoor? Of hoe lang doe je dan? Nee, de laatste tijd ben je weer een beetje verzaakt. Mm-hmm. Maar in het begin ben je moe. Ik heb geen energie, alleen maar honger. Tweede week denk je met sporten, gaat niet. Derde week voel je je super fit. Ik had ook een soort van acne, van een uitslag van ooit een allergische reactie op mijn hand is verdwenen. Mm. Ik voel me wel fitter. Ja, absoluut. Mm. Het eigenlijk schijnt, doe ik al intermittent fasting, maar niet bewust. Gewoon. Ja, jij jabt gewoon kanker onregelmatig. Ja. En als je eet, dan prop je het binnen 2 minuten naar binnen en dan heel veel. Misschien is dat juist het is wel, misschien is dat wat je eraan denkt. Het is ook intermittent fasting. Juist het goede ding dat je eet wanneer je honger hebt. Intuitive. Ja. Intuitive. Wat is intuitive fasting? Dat doe ik altijd. Ja. Bij mijn vaste ding. Nee, maar ik kan ook niet eten als ik honger heb. Gewoon omdat ik geen zin heb om te eten dan. Hoe dat kun ik wel je honger zin? Heb. Wat? Ja, hoe kun je geen van, zin hebben om te eten? Gewoon, ik heb wel trek, maar er is niks waar ik echt zin in heb. Maar ik heb wel trek. Dan chap je niet? Dan chap nee, ik dan chap je een uur later 2 zakken chips leeg. Nee, maar dat doe of ik één. Niet. Of 1. Nee, ik chap niet lekkers of zo. Dan heb ik ook gewoon geen zin in de handeling van het eten. Gewoon dat. En dat klinkt echt als een pillenkater, man. Dat klinkt maar dat is vooral in de ochtend. Als een en daarom is dat. Ja, toch, maar dat heb ik, zeg maar. Nee, maar die Jordan shit is dan perfect. En dat is gewoon hoop. Wat, ja, precies. Wat, ja, dat klinkt echt als een drugskater. Het vasthouden van een lepel. Ik snap in een soort hele vage outline wel wat je bedoelt. Maar als ik honger heb, moet ik gewoon iets in mijn lichaam. Nee, maar dan wil ik of chill eten of niet. En dan eet ik later wel chillen. Dan dat ik nu, weet ik veel, iets ga eten waar ik helemaal geen zin in heb. Maar dan is het toch een stuk fruit of zo. Ja, maar dat ik eet fucking veel fruit. Oh, nee, dat maar dat chill eten, hè? Want jij staat uren in de keuken voor goede gerechten. Uren valt op mij. Dat ja? Ik me af gisteren. Zo. Jij bent gewoon op een woensdag. Ik ben niet zo boos, hè? Een groentebroodje aan het maken. I know. Ja. Op een woensdag ben je iets aan het klaren gemaakt van pompoen, een boom. En dan ook nog zelfde aardappel. Burgers en... Ja, maar het valt al mee hoeveel werk dat is, hè? Zo'n bun... Dat is gewoon, je gooit wat shit in zo'n mixer en je zet het weg en het moet reizen. Dat is, die band is, het fysieke werk is een kwartier werk. Hij vindt dit leuk, hè? Ja, dat ook nog. Ik vind het leuk. Dat soort van... Waar zie je Jamie Oliver van, ja, het duurt maar een kwartier. Ja, maar het valt echt mee. Time is money, bro. Mm-hmm. En je hebt dan ook een podcast aanstaan of whatever, of ik kijk eens op mijn laptop. Dus ik, just live a life, gewoon. Thank you. Ja. Nou, Firoza, ik ga je aan nu introduceren. Hoe is het heel pushing met die introductie, ik weet niet waarom het ja. Dan kunnen we pas beginnen, voor mijn gevoel. Yes, go. Ja, we hebben nu nog niet gepraat. Ja, het is een beetje die film waar dan na 12 minuten pas de titel komt, wat wel vet is. Nou, ik heb net al wel een beetje over je verteld dat ik heel lang ken. Dus vanavond was onze eerste echte ontmoeting. Cheers. Cheers. Ook een allrounder, toch? Jij kan alles. Met genoeg autotune, dan kan ik alles. Zingen, oh ja, en je acteert dan. Ja. Wanneer komt je album? ik heb nu 2 singles liggen en misschien wel een EP'tje. Je bent first lady van Burning Fit. I know, dat wou ik heel graag. Ja, dat was echt super nice dat dat gebeurde. En toen ik hoorde dat Pepijn en Abel een label gingen opzetten en toen ze Jim introduceerden, toen dacht ik, ah leuk, maar ik wil de eerste meid op de fik zijn. En toen gebeurde dat. Kende je hem al persoonlijk? Ik was echt een boemervraag. Wanneer komt je album? Nee, ik maak gewoon alleen nog maar EP'tjes van 3 minuten totaal. Daar kom je snippets uit. Die kleine voice notes in 2 keer zo snel. Wat zei je? Kende je Abel en Pepijn al voordat je erbij kwam? Ik had ooit een keer een liedje op YouTube gezet. Van echt, alleen maar a cappella. En ik had ergens op een video van, wat was het ook weer? Jonko Klapper gereageerd van Abel. En dat was... Schuur. Ja, de supernieuwe maan. Live sessie volgens mij. Toen had ik gezegd van, ah vet. En toen had hij dat videootje gezien. Toen zei hij, oké, kan je daar een hele korte versie van opkomen nemen ooit een keer? En dat is niet doorgegaan, want volgens mij ging Jonko Klapper niet door. En toen
een paar jaar later, toen ze het label waren gestart, was het ineens van... Firoze, maak je nog muziek? En toen loog ik, ja! En toen gingen we naar de studio. En toen kwamen ze er gelijk achter dat ik geen muziek meer maakte. Maar toen was het wel. Maar dit is met je Esme Denters, maar dan op Nederlandse schaal. Van YouTube-fame. Hell yeah! En dan ga ik op een gegeven moment ook in de Starbucks werken. En dan meedoen aan The Voice in Engeland. Ja, ja, oh ja. Laten we hopen dat het niet zo... Maar vet. Ja, was echt top. En nu komt er een EP'tje. Ik heb een EP'tje liggen en twee singles. Met Stippenlift? Nee. Ja, jij bent nu echt zijn muze. I love it. Ik wil echt... Ik vind zijn muziek heel vet. Stippenlift is echt cool. Ik weet nog dat ik gewoon in de aula op school zijn shit aan het pompen was. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Ja, nee. Ik heb één EP'tje liggen. Wat ga ik gewoon wat vertellen. En dat is gethematiseerd rondom vibrators. Vet. Dus elk nummer is vernoemd naar een vibrator. En ik heb er nu drie liggen. De Tarzan. Ja, de Tarzan, die zit er niet in. Kun je op prijs geven hoe deze poko's heten? Ik heb nu in ieder geval... Ja. Ik heb de Hitachi. Ik heb de Hitachi, de Magic Wand. Mag ik ze raden? Hitachi. De Rabbit. Hitachi klinkt als een kapot oude Japanse printer. Maar ik weet niet. Nee, ja, ze maken ook graafmachines. Ja. Ze maken graafmachines. Hey. Maar Hitachi klinkt tegelijkertijd ook als Hitachi. Nee. Might be racist, maar I'm gonna give you a free pass for that. Hitachi. Oh. Yeah. Same nog een keer. Gezondheid. Oké, de Hitachi, track 2. Ja. De Rabbit? Hell ja, de Rabbit. Voor de niet-vibrator, ik maak mensen in deze ruimte. Waarvan het uitgaat uitgericht zijn. Wat is de Rabbit? Oh, de Rabbit is een van de eerste, zeg maar, gepopulariseerde vibrators door mainstream TikTok. Media. Oh, okay. Nee, inderdaad. Nou, het was wel een soort van popcultuur, want hoe heet het? Sex in the City. Oh. Die hadden de Rabbit. Ah, Carrie Bradshaw met die Rabbit. Ja, en daar zit een hele leuke feature op. En er is er nog eentje die echt al leuk is. De class, of in ieder geval... De new classic. De new classic, dus niet de Tarzan, ook niet de Magic Wand, maar de... Tim Krabbe, hè? Ik weet het niet. Tim Krabbe. Tim Krabbe? Het gouden ei. Ik wou hem nadoen. Het is zo'n suction vibrator. Oh ja, inderdaad, hoe heet ik weer? The Satisfier. The Satisfier Travel. Hoe gaat de EP heten? De Vibo EP. Nou, top. We hebben zo'n goudkleurig eitje thuis, ken je die ook? Ja. Ja. Werkt dat? Echt niet. Ik heb hem nu in, hoezo? Ja, nee, volgens mij was het wel een impuls voor ons liefdesleven. Dus in die zin werkt het. Denk ik. Ja. Maar schrijf je alle nummers zelf? Ja. Alle teksten in spuit? Ja. Ik moet wel zeggen dat ik niet alle vibrators zelf heb. Dus het is deels niet... Oké, fake it till you make it. Ja, inderdaad. Zoals er ook een vrouw in bed is. Fibo-rapper. Fibo-rapper. Wanneer is de eerste vibrator ontstaan? Weet je dat ook? Nee. Dat vind ik wel een interessante vraag. Huh. Ja. Nou, volgens mij was het een soort zadel van een paard. Wat toen onder het mom van, oh, dit is om hysteria, zeg maar, dat vrouwen verklaard werden dat ze niet meer goed waren, om dat te genezen. En dan gingen ze op een soort van zadelding zitten. Dat is wat ik weet van een hele vroege vibrator. Echt? Maar dan was het van, je bent gek, je moet gewoon even goed klaarkomen, dan ben je weer normaal. Hij is in 1880 uitgevonden. 88? Ja. 1880. Dat is wel vroeg, man. Nou, van waar werd het toen van gemaakt dan? Van hout? Het doet me denken aan zo'n zadel waarvan zo'n vrouw op gaat zitten. Wat je altijd in die van die ethisch pornofilms ziet. Maar dat is toch een beetje een soort cliché dat meisjes dan voor het eerst klaarkomen als ze aan het paard rijden zijn. Heb ik dit echt verzonnen? Oh shit. Nooit paard gereden. Heb ik dit verzonnen? Misschien heb ik dit verzonnen. Ik heb wel paard gereden. Klinkt wel. Het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Echt? Ja, nee, ja, zeker. Science. Wow. Anecdotal evidence. Wow. Ja, nee, ik weet niet, maar het is een ding. Zoals wij klaarkomen als we in de bus zitten. Echt waar? Nee, maar jij had wel... Nou, wel gewoon... Jij had wel de busboner. Ja, nee, daar gaan we weer. Dat is wel niet jij. Is het weer iets uit Allens dagboek? Heb je wel eens een boner in de bus 's ochtends? Nee, ik heb wel een boner als ik wakker word.
Nee, dat is empirisch bewijs. Echt waar? Ja. Maar dan doet het er geen alleen. Oh, het is gemoedelijk. Oh, shit. Ja, misschien moet je zo'n ei. In de bus. Nee, ja, neem me niet zo van, oké, zet mij in de bus en ik was dat raging hard. Maar gewoon, ik weet nog dat ik toen ik studeerde en dan moest ik heel vroeg met de bus. Dat was het wel een soort van, dat was een ding, ja. Oh, ja. Nou, ik heb laatst een podcast geluisterd over jongens die sigaretten in hun anus hadden meegenomen naar de gevangenis. En die zaten toen in de bus. En toen kregen ze wel ineens stijf. En toen dacht die man ineens van, oh mijn god, ben ik dan toch gay? Zit ik nu met deze jongens en krijg ik een boner. En iedereen in die bus had het blijkbaar. Had jij sigaretten in je anus? Ik had geen sigaretten in mijn anus. Nee, ik schreef in mijn zak, maar niet mijn anus. Misschien was je gewoon aangetrokken tot de bus. Dat kan natuurlijk ook. Dat niks met te maken. Dat kan. Dat kan wel de sauna boner, man. Binder dan dat. Dat is echt fucked up. Niet door andere vrouwen, maar gewoon je checkt gewoon je eigen vrouw en je ziet van oké, ik ben nog steeds geromantiseerd door jou. Geromantiseerd? Ja? Oh, dat is wel romantisch. Het is wel goed. Dat is op een heel erg onromantische manier heel cute. Ja. dat ik ook altijd moet zeggen, nou, ik blijf iets langer in het bubbelbad. Ga jij maar vast zwemmen. Nee, dat meen je. Ik kom zo. Ja. Ik vind, ja, sauna is... Nee, ben je geen sauna man? Ik ook niet. Ben je geen sauna man? Nee. Nee, niet eens als naadje, maar gewoon dat kanker heet. Ik trek dat helemaal. Ik trek die timer niet. Dat je dan er zit en dat je die timer zo ziet gaan van oké, je moet nog 5 minuten en dan ben ik al gek. Oh, dat je dan zo'n zandlopertje om moet gooien. Nee? Ik heb nooit gehoord van een timer in de sauna. Nou ja, ik trek het niet voor een seconde. Echt, je kan doen whatever. Ik vind het een beetje heftig, al die naakte lichamen. Heel veel zwetende grote mannen. Met Thijs kleine vrouwtjes. Mm-hmm. Ja. Is dat een sauna cliché? Dat, Ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje lol. Je gaat in iemands zweet zitten. Mm. Ja, voor mij niet te overtuigen van dat. Ja, nee. Ik vond het ook spannend in het begin, maar inmiddels ben ik toch wel een keer of 10 geweest. Oh, wow. 11, 12, 13 keer. Wow. Oké, van 10 naar 11, 12, 13 keer. Humble brag. En hoeveel keer over een keer ging mis? Had je stiffie? Ik denk wel altijd, man. Ja, gewoon eventjes kort, weet je. Want je gewoon moet denken aan je overleden oma. Toch wel eventjes. Dat je dat bakje met heet water eventjes over die ballen heen moet. Ja. Hé, maar... Hoe zag jouw dag eruit vandaag? Oeh, ik heb ontbeten met een halve reep Tony Chocolonely. Welke? Ja, die met kaneelkoekje. En die is in... Is die nieuw? I guess. Hij is... In principe klinkt hij heel chill. Kaneelkoekje, want dat is gewoon een fucking spankoekje. Maar het proefde een beetje alsof er suiker in zat die nog niet gesmolten was. Mm. Dus dat was fucky. Dus niet de beste. En daarna heb ik in een rijstkoker vega kip gebakken. Want ik heb geen keukentje meer, dus ik moet het nu in... In een rijstkoker? Ja, ik heb voor het eerst in een rijstkoker iets gebakken met olie. Dat kan. Sick. Het was echt top. Ja. Dit is gewoon een hittebron. Ja, dan gebruik ik gewoon een schietpan. Ja. En toen had ik worteltjes gestoomd daarna. En ik heb lekker gecomputerd. Wat heb je gecomputerd? PC met muis en computerd. Ik weet niet eens meer welke computer heb. Ik ben gewoon blackout achter je computer gaan zitten. Vet. Mm-hmm. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. De tijd dat computeren een bezigheid was. Ja. En niet een soort van standaard modus operandi. Maar gewoon, ik ga computeren. Ik heb nog 5 gulden betaald in de bieb om het internet op te gaan. Ja, wauw. Disket is mee, plaatjes opslaan. Mars.com was de eerste waar ik heen ging. Omdat ik zei van, internet. En nu, ik weet geen enkele site. Wat ga ik doen? Google bestond nog niet, weet je wel. Mars. Ik was op Mars en ik zei Mars.com, let's see what's going on there. Wauw. Nee. Jarenlang op Mars voor gezeten. Gewoon zo'n beheerder geweest. Ja, maar je bent opeens op het internet. Ja, wat ik denk dat ik deze toren wel eens vertelde in de podcast, maar whatever. Ik weet niet of dat... Een vriendje van mij, dat zeg ik niet op zo'n nare ballen manier, maar ik bedoel een vriendje, want toen was ik klein, toen had ik vriendjes. Disclaimer. Vriendje. Die had als enige internet van de mensen die ik kende. En toen gingen we bij hem internetten en toen zei hij, ja, dit is internet van hetnet.nl, dus we hebben alleen NL-sites. We kunnen alleen Nederlands internet. Ik zei, oké. En dat heb ik, zeg maar, de eerste 2-3 maanden wij thuis internet hadden, dacht ik, ja... Ja, .nl, dat is het enige wat dat is het. Gewoon Iels.nl en dan gewoon dingen zoeken en dan gewoon andere dingen.nl. En toen op een gegeven moment
een soort wild moment dat ik, weet je wat, ik ga gewoon naar Star Wars.com, fuck deze shit. En dan ben ik gewoon, wauw. Ja. Ik kan me niet eens meer herinneren, maar het was altijd na 7 uur daltarief. Achter ja, MZN. Ja, 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 ja. MZN, dat was eigenlijk het enige. Shoutouts naar al je vrienden binnen één regeltje. Oh. Ik heb dus een recurring dream dat ik op MZN ga. Nee, joh. En dat ik gewoon letterlijk zijn er niet nog mensen. En dat er allemaal nog mensen zijn. Dat ik een beetje zat van voel van, hey. Oh. Was dat niet omdat dat gisteren had gedropt in onze discussie, huh? MZN? Ik ben aanschrijven. Echt de kutste opener ooit, Kevin. Ja, ik heb er 11 euro voor betaald, bro. Wow. Tering, 11 euro. Gebruik een... Dat is echt zo'n AliExpress. Zo'n aansteker. Ze zei ik heb er 2, toen zei ik doe me de duurste. Nou, daar ga je. Dat is fucking karma. Dat is veel beter. Wow. Oh, maar MSN, doe me maar de beste uit je moeten zeggen. Ja, true. Plate yourself. Mm-hmm. Ik denk je dat MSN terug zou kunnen komen? Als zij nu gewoon zouden zeggen... Het bestaat niet meer. Het bestaat letterlijk niet meer. Nee, maar als het wel gewoon zou... Ook niet als homepage van het internet. Kunnen we een petitie starten? Ja. Nee, maar Microsoft bestaat toch? Ik bedoel, Microsoft zou nu kunnen zeggen... Hey, we brought it back gewoon. Fuck jullie allemaal. Gewoon op je, in plaats van WhatsApp. Stel dat dan je chatgeschiedenis intact is. Oh my god. Ik heb dit wel eens opgeslagen. Ik heb nog MSN chatgeschiedenis. Het was je MSN-naam. Ik weet mijn MSN-naam niet. Ik deed elke dag een soort andere hip-hop lyric. Ik was die guy met elke dag iets anders. En dan gewoon een soort moeilijke underground hip-hop lyrics. Zo, so, ik had ook van die heel rare lyrics. Heb jij een MSN-naam gekregen? Ja, sowieso. Hoe oud ben je? 25. 25. Oh, ja. Ik heb lekker ge-e-buddied zelfs. Dat het dan een soort van bootleg MSN op school. Zat je ook op ICQ? Oh, nee. Oh ja. Nee, dat is wel echt way back, ICQ. Ik ben 32. Ja, ja, ja. Heb je op ICQ gezeten? Ja. En, oh nee, CU2 was dat. Ja, nee, ja. ICQ. Oh, dat was, nee, ja. Ik heb een soort van, toen ik net het internet opkwam, toen was ICQ al dying. Nee, maar ICQ, ik ging op ICQ omdat ik een soort van moeilijk wilde doen. En iedereen in het MSN zat, dacht ik, nee, ik ben anders. Ik heb ICQ. Er was toch niemand op ICQ of twee guys, twee stiffe guys. Dacht ik, ja, oké, nu ga ik wel. En dan MySpace. Bij mijn omgeving waren er best wel mensen met ICQ. Maar als je dan tof wilde doen, dan zat je op AIM of zo, heet het? Van AOL, AIM. Online, America. Ja, maar van... Twee mensen hadden dat of zo. Om contact te houden met een neefje en... West-Oost Philadelphia of zo, heet ik veel. Will Smith? En je wilt de Fresh Prince bellen? Ja, of zijn broertje die wel daar klein was? Maar even, hoe oud zijn jullie allemaal? 37. 36. 34. Echt? Waarom die echt? 34? Had je hem ouder in geschat of jonger? Ik had ook in jouw leeftijd tussen 30 of zo. Was je ouder dus? Ja. Bijna jarig. Wat ga je doen voor je verjaardag? 3 weken is toch? Hij gaat filmen en editen. Hij gaat werken voor zijn verjaardag. Nou, maar jongens, wat hebben jullie gedaan vandaag? Wat heb ik gedaan? Ik heb gesport met Wissam. Lekker bezig. Ja. En toen wilde ik shit voorbereiden voor deze podcast. Oh ja. Van eetspel. Dat heb ik helemaal opgefokt. Anders waren jullie echt... Ja. Alan heeft dus het YouTube-concept genakt en dat gewoon één op één nagedaan. En dat Vero had me nog geappt dat ze hem echt zat te knijpen. Ja. Nou, je hebt geluk, het ging niet door, want I fucked up. Nice. Oh nee, jammer. Nice, jammer. Het is wel een soort van Aveline. Ja, maar ik had daar ook niet echt de tijd voor, dus ik ben het soort van snel tussendoor gaan doen. En dat werkt natuurlijk nooit goed. Dus de volgende keer ga ik jullie nog harder pakken. Is goed. Ik vind het wel interessant om nog even terug te komen bij jullie beide muziek. Ding, want jij hebt... Hoe lang heb jij een vrij grote metalband die de Charm of Fury heeft gezeten? Ik denk 8 jaar ongeveer. Ja, 20 tot mijn 28ste. Ja. Dus 4 jaar geleden zijn jullie... Ja, yes. En mis je dat? Steeds meer eigenlijk. In het begin misschien moet je een beetje vertellen wat de band is. Nee, ja, de band inderdaad. De Charm of Fury. Nou, speelde vroeger gitaar. En ik kwam uit het chique Wassenaar. Ja, en via gitaar leerde ik allemaal... Oh, chique Wassenaar. Ja, het chique Wassenaar. Dat jij de chique Wassenaar... Cheeky Waterwar. Waar je van verwachtte dat iedereen... Hoe reageerde je destijds op Rus en Iba? Ja, super vet. Dat singeltje had ik. We konden alles meerappen. Ja, te gek. Ik had hetzelfde met William Mena die me zei. Echt waar? Dat is mijn upbringing. Mijn zus die heeft ook nog lang altijd iedereen voor de gek gehouden en gezegd... Ja, dat kleine donkere meisje daar is uit die clip, dat was ik. Nee, dat ben je wel.
Ja. Oh, maar je komt uit Chique Wassenaar. Ja, ja. Maar dus was dan metal een soort van... Metal, ik was natuurlijk een vreemde eend in de bijt. Dus maar was dat een soort automatisch soort van afzetmechanisme? Ja, ik denk het wel. Ik moest natuurlijk heel erg niet Wassenaar zijn. Dus nou ja, naar metal luisteren, gitaar spelen, et cetera. En toen ging ik in Amsterdam wonen. En toen, ik was niet zo goed in gitaar spelen. Toen ben ik op een hele lullige manier ben ik uit mijn beentje een beetje een soort van gezet. Zij gingen stiekem door oefenen zonder mij. Wat een eikels, wij zijn nu bij naam noemen. Wow, ja. Wie heeft autopilot. 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 Kut naam. Oké, okay, yeah. Ja, dat is ook niks meer geworden. Beter om niks meer geworden. Nee, ja, nee. En toen dacht ik, ben er klaar mee. Is ook een naam, dat is destined to fail. Want dan is gewoon, ja, dus een recensie van Autopilot Live. Ja, ze stonden op Autopilot. Boom. Drie van 12 lelies niet. Niet over na. Had ze de Vries helemaal eens. Allemaal basis waarschijnlijk als systeembeheerder nu of zo. Ja, nou ja. Nou, nee, ja, ze gaan wel lekker volgens mij. Ja, ze gaan wel lekker. Nee, het zijn niet echt hele... Ja, ze uiteindelijk... Ah, fuck ze. Situationeel. Fuck hun. Ja. Ja. Ja, toen was ik zo klaar met gitaarspelen. Ik dacht van, ik luister heel veel metal. Dus ik wil... Het was geen metalbandje. Het was geen metalbandje. Het was een beetje rock. Een beetje... die guy die baby had. Lost Prophets. Oh, baby had geneukt. Oh my god, ja. Zo was het weer. Pardon? Ja. Het was een grote soort van rock metal band. En die zanger zit nu levenslangs vast omdat hij baby snuikte. Ja, echt heel naar. Multiple. En ik was zo verliefd op die band. Oh. Ja, echt. Ga zij spoor, terug naar de autopilot. Terug naar metal en toen dacht ik, ik ga metal maken en ik ga schreeuwen. Want er zijn weinig vrouwen in de metal die schreeuwen. Dus ik in mijn slaapkamertje mee blaren met nou, metal. Wie had je toen tijd wel al? De chick van Walls of Jericho? Ja, je had de Walls of Jericho. Nou ja, het is natuurlijk niet. Heel goed deze bijdrage, maar... Ja, Walls of Jericho, want natuurlijk super mannelijke vrouwen had. Arch Enemy. Maar dan had je die Angela Gossow, die natuurlijk ook best wel... OTAP. OTAP, ook net een vent. Ja. Dus ik dacht, ja, is er iets ook iets normalers? En ook vooral een beetje in de hoek waar ik naar luisterde. De Southern Metal, dus de Pantera, Lamb of God en een nieuwere band zijn... de Every Time I Die, de Under Oath. Toen ging ik dat eigenlijk een beetje doen, vond ik er een bandje bij. En dat is heel snel is dat poef, eigenlijk opgeblazen. Ja. Omdat ze dachten, hey, chick, die scheelt. Hell yeah. Dus ja, dus eigenlijk 8 jaar lang wel echt vette dingen gedaan. Dan moeten we even terug naar... Dat schreeuwen. Ja. En daarmee beginnen. Ja. Dat kon je, is dat iets wat je kan of wat je kan leren? Kan je dat leren? Iedereen kan dat. Iedereen kan dat. Je hebt twee soort technieken. Dus of een krakende deur nadoen. Of een heks. Een beetje zo. Ja, maar dan moet je de mic gewoon heel hard zetten. En dan hoef je dus helemaal niks te doen. Dus al die lange uithalen zijn gewoon gasten die heel stoer zo. Gainer over. Zijdelings metal, maar dat heb ik nooit gerealiseerd dat dan gewoon de mic heel hard zetten. Het, het ligt niet aan het volume van je stem, het is allemaal je mic. Je stem kan gewoon fluister zijn. Oh, ja. Shit. Echt bizar. Okay. Gaat een wereld voor. Ja, en de andere techniek is dan de vals. En dan is eigenlijk je holtes openzetten en je stembanden raken elkaar niet. Maar er zitten dus ook een soort van flapjes boven. En dat zijn dan je valse stembanden. En als je dan alles openzet en je blaast lucht er doorheen... dan krijg je dus dat distorted sound. Omdat die flapjes boven je stembanden tegen elkaar aan En dat is een stuk moeilijker, vallen. Toch? Ja, dat is iets belastender, zeg maar. Het is heel irritant dat ik het niet ga vragen, maar ik het heel even... Als je heel erg moe bent of chagrijnig of een hond nadoet... is hoef, 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 hoef. Ja. Godverdomme, jij irritant! Dat is het. Ja, precies. Jullie kunnen het allemaal. Ik heb jou dit in de studio's in doen en toen was ik zo... Toen viel ik stel achterover dat ik, holy fuck shit, dat komt daar uit. Het is allemaal te leren. Het is allemaal een trucje. Wauw. Even cursussen. Ja. Ik denk dat het voor jou is. Let's do it. Ineens. Een collab. Mijn vocal range is zeg maar heel beperkt. Nou, dit voelt een extra laag. Ja, nee, maar wat wij haar hebben zien doen in de studio, ik was echt blown away. Dat was, maar het was ook wel lang nadat ik was gestopt. Dus, ja, maar het was still got it. Waarvoor was dat? Little Walk. Seksboerderij. Ja. Nee, dus dat eigenlijk. Maar ik denk, dat de 8 jaar lang gedaan, hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt. Getoerd met Papa Roach. Papa Roach, Korn, Marilyn Manson, ook op Pinkpop gestaan, Lowlands. Marilyn Manson. Nuclear Blast, ja.
Hoe gaat het daarmee? Ja. Heb je daar ook iets dat, mee gekregen? Die heeft wel een paar jasjes uitgedaan, hoor. Dat is hij guilty? Ja, ik denk het wel. Heb jij iets gezien toen? Iets meegekregen? Ja, van? We hadden dus een hele backstage village. En hij had dan zijn privé gedeelte. Maar op elke show had hij gewoon... Voor de luisteraars die misschien niet weten... Marilyn Manson is verdacht van... Of hoe noem je dat? Aangeklaagd door 20 mensen. Ja. Volgens mij zelfs een poging tot moord. En dat is een drama van moord. In ieder geval vrouwen, een legio vrouwen heeft zich aangemeld. Was er een bijl? Of was het een andere guy? Dat is Armie Hammer, denk ik, waar je aan denkt. Nee. Armie Hammer was geen Ik heb het nog nooit gedacht. Armie. Was dat een Arnie Hammer? Of Arnie Hammer bedoel ik. Nee, Armie. It's in the name. Elke avond stond er gewoon een groepje van 5 vrouwen. Nou, ik dacht dat het escorts waren of prostituees, ik weet het niet. Want ze zagen er veel te dun en te slank te mooi uit. En die hingen gewoon de hele dag daar rond. Mm-hmm. Nou, af en toe kwam hij dan zijn privégedeelte uit. En dan nam hij zo'n chickie mee naar zijn afwerkplek. En dat gebeurde dan echt gewoon ook nog 10 minuten voor het show. En dan was het, jij... Brr. Dus het was wel een hele rare sfeer. Wow. Ja. Maar dat waren dezelfde, maar die was gewoon in elke stad waren dan 4, 5 nieuwe... Sporen, 3 dezelfde en dan daaromheen iets van 3 nieuwe. Oh, maar die 3 toeren mee? Ja, ja. Oh, maar denk je dan niet dat die de zaal ingingen en gewoon zo checks eruit vesten? Ik weet het niet. Geen idee. Maar het was wel een raar sfeertje, die vent. Ja. Gekke recruitment. Want dan bij Marilyn Manson... Ja... Er zit toch een diep gevoel bij mij in dat je hoopt van oké, hij maakt engel liedjes, maar hij is gewoon Je wil niet dat het waar is. Precies. Je wil zo cliché zijn als dat waar is. Al die Christian moms hebben zoiets van hallo, dat wist al lang. Inderdaad, het is gewoon... Je wil niet dat waar, dat is fuck dat je zou, het zou heel fijn zijn als je dat soort muziek zou kunnen maken... En dan niet die fucking kanker creepy guy bent die... Je helden moeten gewoon heroes zijn, inderdaad. En niet een naar kut. Wat nee, maar specifiek hij natuurlijk. Ja. Omdat hij natuurlijk al 20 jaar lang het speerpunt is binnen... satanistische muziek en slecht voor de youth en lalala. Dus dan, je wilt dan niet... Als hij dan dat... Als dan al die mensen kunnen zeggen... We hadden wel gelijk, is gewoon heel kut. Yeah. Ja. Het was obvious dat we gelijk hadden. Yeah. Wat het niet was, want hij maakt gewoon live muziek. Mm-hmm. Hij is die clown die dan toch pedo blijkt te zijn, right? Als het cliché zou zijn dat alle clowns pedo's zijn, dan wel. Wel een beetje, denk ik. Ja, is dat zo? Oh, dat is ik... Nee. Jij hebt de clown in opleiding bij... Ronald McDonald? Ja, clowns van Amerikaanse films hebben wel altijd iets... Maar ik heb ook een heel goede documentaire gezien een keer over een New Yorkse clown die aan zijn eigen kinderen zat. Misschien dat Ik heb echt niet hoef te zien. Weet je, die Being Elmo shit. So, yo, dat... Maar dat was daarin... Being dat Elmo, pas, Elmo pas, toch? Ken je die docu niet? Nee! Maar in die docu was er niks over pedofilie. Precies. Mm. Oh nee, sorry. Die docu is heel cute, want het is een soort van... Het is een soort guy die Elmo speelt al jarenlang. En een soort van hartverscheurend verhaal. Want hij came from nothing. En toen ging hij naar Jim Henson. En toen ging hij Elmo spelen. Het is een hele leuke docu. Met een 2 jaar later kwamen er allemaal pedo-aantijgingen tegen hem. Dat is ook weer zo. Net zoals met Marilyn Manson. Van iemand die dan soort van zo close met kinderen. Ja. Dus heb van je hoopt niet dat die pedo is. Nee. En dan blijkt wel te zijn. Nee, je betrapt jezelf bijna op de gedachte van... Oké, creepy guy. En dan zeg je heel snel tegen jezelf... Nee, dat is gewoon een goede, lieve guy. Net zoals Michael Jackson, treurig. Even over Elmo gesproken. In de tijd van Napster. Jullie kennen allemaal pizza calamiteiten, toch? Hoe? Een soort Nederlandse skit. Een gast belt of zo naar een shawarma bar. Ja, staat er iets voorbij. Ik wil een pizza calamiteiten? Ja. Classic. Ja, dat is inderdaad dat je op websites dan dat soort dingen op... hoe heet die site? Grappig? Nee, Scott? Nee. Er was zo'n site waar dan grappige dingen op stonden. Het internet was zo simpel. Een beetje doorgaan van de Jersey Gratis Boys. Gratis van You Kick My Dog. Dan nog You Kick My Dog? Als ik het hoor wel, maar we hebben het over 20 jaar geleden. My dog. Maar zo had je dus... You Kick My Dog. Maar zo'n Indiër die boos werd op... En die dog heette dan Kerbal. Maar in die tijd... Als je blijft het zijn, denk ik. Had je ook een heel raar liedje en dat heette Elmo Pimps Hoes. Nee. Was dat een soort... Klinkt als een soort...
Als een soort Baltimore... Het ging gewoon als volgt. L, Mo, Pims, Hoes. L, Mo, Pims, Hoes. Ik ga even opzoeken. Dat klinkt niet als een soort snelle Hoes. L, Mo, Pims, Hoes. Nee, Big Bird, what's the word? Zoiets. Dat is een fella. Ja, definitely L. Juist hem. Volgens mij zingt hij nu eerst Sesamstraat. Sunny day. Ja, dit. Dit is een nachtmerrie, man. Ken je dit? Nee. Ja, oké. Het is net alsof je naar een zwart film, een wit film kijkt. Oh. Oké, maar wat ik al interessant vind, was dan, dus Marilyn Manson had een soort van... twee netwerk dan wel, dan wel niet. Maar hoe was het voor jou dan om... Want metal is gewoon heel breed genomen wel een mannenwereld. Een mannenwereld. En jij stond daar als de grunt en de chick. Hoe was dat dan? In het beginsel ben je altijd de merchdame. Ben jij of een van de vriendinnen van de bandleden als je daar binnenkomt. Echt? Dus je wordt, ja. Dus maar tot een punt dat het gênant was aan toe, zeg maar. Nou ja, wel dat... Ja, wel, wat doe jij? Je bent zangeres, hè? Je wordt wel direct soort van weggezet. Mm. En je krijgt een beetje een soort van... sceptische houding in het publiek van... oh, een chick, ja, het gaat vast goed... omdat het een chick is. Laat maar zien wat je kunt. Maar en wat ik altijd grappig vind aan recensies... dan wordt er gezegd over... ja, ik weet niet, iets over je uiterlijk... de knappe... maar ze zeggen nooit... hey, de super hete James Hetfield komt nu op het podium. Maar eerlijk gezegd, over seksisme gesproken... als je in zo'n scene zit en je toert en je doet iets en het gaat redelijk goed, dan accepteren mensen je wel uiteindelijk. Ik vind juist nu ik uit dat wereldje ben en hier in Amsterdam met meerdere, denk ik, genres of mensen uit andere werelden tegenkom, is het seksisme of misschien wel de stereotypering groter. Hoe bedoel je? Nou, in metal ben je allemaal één en je leeft voor de muziek. En of je nou een vrouw bent of een man, je hebt toch wel een soort van gemeenschappelijke deler. En dat is dus de muziek. Mm-hmm. En daardoor heb je toch een vorm van acceptatie richting elkaar of zoiets. En natuurlijk bestaat er seksisme in de zin van, hey, een chick op het podium, dat had ik niet zo gezien. Maar ik heb het idee voor de buitenwereld, dus iedereen die daar nooit aan heeft deelgenomen, ben je wel een beetje een paria. Ja. Is dat nog iets gekkers, nog iets exotisch? Als jij een soort metal bent, dus ja, dan ben je een wilde, dan ben je een heftige. Nou, dan kom je een beetje... Het is meer, maar ja, dan hangt er nog een soort van lading aan. Ja, precies. Ja. Maar is dat ook niet, is dat niet juist een lading waar metal mensen... Dat is heel raar om dat te benoemen, maar ik bedoel... Is dat niet juist een soort badge of honors? Van oké, cool. Ja, het is eigenlijk wel... Fuck you, want ik ben een metal guy. Metal mensen zijn eigenlijk de grootste nerds die ik ooit allemaal heb leren kennen. Dat zijn de liefste grootste nerds. Echt allemaal kanker. Ja, ik vind het... Want ik word al sinds ik al een ken, wat het ondertussen bij een 20 jaar is... Ja. Stelselmatig meegeslepen metal shows. Ik vind het ook aan mezelf vet. Maar gewoon op een gegeven moment, ik denk dat het 10 jaar geleden of zo was, had ik die realisatie van, dit zijn allemaal nerds. Het zijn allemaal nerds. Ik vind het echt vertederend. Soort van, wij waren, dat laatste jaar voor corona, waren wij op... Gaspop. Ja. Ja. Ik vind het heel... Ik zou dat de hele dag mensen kunnen kijken. Hoe iedereen is aardig. Het is heel aandoenlijk en cute. Maar ik moet wel zeggen, maar dat is dan weer een andere tak. Toen wij naar Slayer waren in Zwolle bijvoorbeeld... Toen dacht ik wel, oké, als ik nu een soort van hele geavanceerde filter had en kon zien wie allemaal FVD gestemd had. zou het ook, weet je, het is wel, dat zijn boeren. Het is ook heel boers inderdaad. En heel, net vraag, sorry, of er ook racistische nerds en metal. In de metal? Ja, maar... Ze weten niet beter. Het is meer gewoon, het is FVD stemmen. Of PVV, maar dan wel eigenlijk met iedereen gewoon best wel goed om kunnen gaan, maar... Ja, vind je dat de stereotypering metal nerd? Nee, dat is een segment dat je hebt. Dat zijn de boersen die dan wel PVV stemmen. Zeggen, ja, maar hij is een goeie. En dat heb ik ook wel veel meegemaakt. Gewoon dat je dan even met ze gaat lullen, dat er allemaal racistische shit uitkomt. Maar dan zit er naast een, weet ik veel...
een guy waar de, met de afkomst die ze dan net hebben gebroken. En dan zeggen ze, ja, nee, dit dat. Mm. Het is gewoon een beetje... Maar zijn er niet ook heel veel nazistische metalbands? Dat valt... Ja, nee, maar we kunnen vast, maar wel kleine replicaties. Ja. Maar het gros is aandoenlijke nerds die ook gewoon links zijn. Het is niet zo'n rechtse muziek. Nee, het is niet maar, het hangt, maar het Slayer en Zwolle was gewoon heel specifiek, omdat dat gewoon daar is en een soort van de provinciale de band binnen dat soort Londen. Ja, natuurlijk ook nazi-punk, dus ja. Toch? Punk niet, man. Dat is ja, je bent ook Oi. Ja, Oi. Dat is ja, punk. Dat is punk. En je hebt black metal, dat is wel, dat is black metal, een soort van de scene. Dan vind je een band en heb je zo, ah ja, dit fucking sick. Dan ga je googlen, is this band, is bla bla bla, weet ik affiliated with nazi's. Ah, en dan staat er, ja. Ja, zie je, daar ga ik verkeerd. Ja. Mijn beste vriendje maakt black metal, dus daarom dacht ik van, maar zijn er niet super veel nazistische metal? Ja, daar, ik weet niet wat het is. Specifiek wel. Maar je hebt ook white metal, hè? En dat zijn christen. White metal? Ja, white metal is christelijke metal. Luister ik heel veel naar. Maar white als in gewoon... white als in de skin color of gewoon white? Nee, eigenlijk white verlichting. Tegenhanger van black metal. Ja, white metal. Verlichting. Maar God redt ons allemaal. Wat is het dan dat nazi's en black metal zo doet verstrengen? Boosheid. Het is de... Wat is black metal, denk ik, überhaupt? Is de betere vraag. Ik pas die naar jou. Black metal is een stroming die... Je hebt de true Norwegian black metal... En dat is, daar is het een beetje groot geworden. En dan had je bands als Mayhem en Boerzoom. En er is een film, heet die film ook alweer? Is Boerzoom niet... Boerzoom is... Very... Ja. 100% Scandinavisch. Nee, maar ook 100%. Maar dat is gewoon, dat zijn allemaal, dat zijn Noren die heel erg anti-religie zijn... Because if the Christians don't have respect for our culture, why the fuck should we have respect for their culture? Is een van de quotes van die guys. En ze staken kerk in de fik. Yeah. En dat gaat dan hand in hand met Aries zijn en wit zijn en het sterke uberras. En weet ik wat allemaal. En waarom dat in die stroming zo door is geëpt naar de rest van de wereld, weet ik niet. Maar... Dat is wel een beetje jammer. Maar geldt dat ook niet voor heel veel muziekstijlen en zo? Dat bijvoorbeeld in de hip-hop heb je ook de heftigere hoeken. Ja, maar niet qua racism dan, denk ik. Nee, ja, niet. Ja, nee. Het is meer, het is echt... het is echt uit, D.O.P. Ja, D.O.P. Vet. Don't mind me. Hebben jullie wat met religie? Nee. Daar toch over hebben. Nee, ik ben half moslim opgevoed. Dus ik kan een beetje bidden, maar ik ben niet religieus zelf. En zou je zeggen dat je dan gelooft of niet? Nee. Maar ben je dan aanhanger van Darwin of weet je het gewoon niet? Ik weet het gewoon niet. Ik chill hem gewoon. Ik moet wel zeggen dat ik gewoon, nou ja... Ja, oké. Okay. Nee, ik moet wel zeggen dat ik niet onverschillig ben tegenover religie. Ik vind soms sommige dingen wel heel mooi, maar I don't care. Het is niet mijn ding. Wat ben je dan aanhanger van Darwin? Ja, daar, ik wou net zeggen van, I guess. Ja, dat is van een evolutie. Ja. Erken je de evolutie? Ja, herken jij de evolutie? Jongens, gewoon een achter tafel. Herkennen jullie de evolutie? Die eerste vis had nooit naar boven moeten komen. Ik merk nu aan mezelf dat ik wel op het punt ben dat ik denk van, ja, we weten zo fucking weinig dat er best wel iets... iets is, ben jij anti-Darwinist? Nee, zeker niet. Maar ik ben denk ik wel anti alles wat mensen hebben verzonnen. Dus geloof je dat mensen uit de hemel zijn gevallen? En dat net als Mr. Ancient Aliens? Net ook dat het misschien ook niet een... die god is ook niet echt in menselijke vorm, denk ik, of zo. Maar religie is als concept fantastisch, alleen de invulling is gewoon lekker. De uitwerking. Het kut eraan is dat er veel gewoon wordt bedacht door mensen, dat ik dan denk van, bro... Maar wie had het dan moeten verzinnen? Je hebt niet met God gepraat, dus hoe kan je zeggen, God heeft dit bedacht? Maar dat is een heel raar keer een ei-constructie, want hoe ga je dan ooit
dan kan je dus niks hebben. Ik had vandaag nog een goede naam verzonnen voor een religiepodcast. Godkast. Oh, wow. Goed, hè? Kijk, staat al op. Godkast. Wisten jullie dat er een... Religie, kan je ook een album van Reemse. Wisten jullie dat er een kapotcast is, maar dan... Dat er een andere kapotcast is? Nou, dat kan echt niet. Nee. Ja. Wow. Met een D. Ja, met een D, als een pod. Als een Junko. Kapot. House of Godkast. Godverdomme. Mm. Nee, Tim Dekker. Ja, net zoals ik geloof ook wel een alien nest, alien bestaan. Demi Lovato dus ook. Ja? Ja, Demi Lovato dus van Camp Rock. Ja, het zegt... Ja, maar aliens geloof ik ook 100%. Ja, dus waarom zou dan maar dat een zij de wereld hebben ook niet kunnen? De wat? Dat zij de wereld een hebben operation dat iets ooit hebben bedacht. Nou, dat Demi Lovato van een andere planeet komt en dat er aliens... Inderdaad zo'n ancient aliens. En die gingen dan allemaal van die oude ancient gebouwen overal ter wereld. Die op onverklaarbare wijze dus door de mensheid zijn gebouwd. Pyramides, hoe kan je dat met menselijke kracht doen? Oh shit. En zij zeiden van ja, de engelen zijn misschien een soort van symbolische beeldvorming van mensen uit de hemel. Dus wel, die de aarde zijn gaan bewonen. Wisten jullie dat Ancient Aliens in Amerika wordt uitgezonden op de History Channel? Ja, ja. Super dik. Ghost stories. Nee, maar besef wat dit met mensen hun hoofd doet. Van de History Channel was tot... Ik heb je het wel de laatste podcast afgehoord. Mm. Maar het was tot begin 2000 was het gewoon de Tweede Wereldoorlog. Feitelijke historie. Lalala. En vanaf 2000 is het overal kijkcijfers nodig. En zijn ze helemaal crazy gegaan. Maar dat wordt wel... Dus de soort perceptie die mensen hadden van de History Channel was van... Oké, dat is feitelijke informatie. Ja. En vanaf de ene of de andere dag was het ineens... Ancient Aliens onder de Noordpool. Maar het besef dat je dan gewoon een of andere... Dat heel veel mensen dan gewoon dachten... Oké, History Channel. Ja, oh, dat. Yo, wat is de gekste conspiracy theorie in je hoofd? In je hoofd. Oh, in mijn hoofd. Waar je in gelooft, bedoel je? Ja, of misschien zelf bedacht. Nee. Er is gewoon een theorie dat België niet bestaat. En dat vind ik... Debunked. Maar je mag het wel uitleggen. Yeah. Oh, nee. Dat elke ervaring die jij dus met België hebt gehad... Dat is een glitch in de Matrix. Een fucking glitch in de Matrix. Of gewoon ergens anders was, maar België bestaat specifiek. Zelfs een website voor... Nee joh. Echt? Ja. Zo, ik wil dit België bestaat niet. België denial. Oké, maar dus Urbanus, Samsung, echt kwaad plop. Het nummer België. Allemaal, dat is allemaal, heb plus, ik allemaal bedacht. Plus 32. Clouseau. De Smurfa. Okay. In jouw hoofd. K3. Siska en Wiske. Samsung en Gert. Samurai saus. Nee. Goes rock, hè? Oké, dat vind ik wel echt heel grappig. Je moet me die link even sturen. Ja, okay. En jij? België denial. Ja, ik heb er nog geen enkel bedacht. Je hebt dus geen zelf... Ja, ik heb het ook niet zelf bedacht. Ik heb nog geen tijd voor gehad. Nee. Om er zelf te verdiepen. Ja, of überhaupt te verdiepen in van, yo, welke conspiracy theorie vind ik vet. Ik denk dat Flat Earth wel gewoon bij uitstek wel echt een soort van... Ja, maar... Nou, weet je, je wil niet weten van... Stel je voor dat iemand elke ochtend de zon moet gaan regisseren. Wat is is niet mogelijk. Nee, maar het is zo... Wat is de achterliggende gedachte bij Flat Earthers? Waarom wordt ons wijsgemaakt dat de aarde rond is? Wat is de conspiracy daarachter? Dat is dus heel grappig. Er zijn heel veel... Het zijn extreem veel verschillende takken. Oké. Maar de main ding is... Ja, dat gaat dat dus niet... Daar gaat het niet om. Dat gaat dus niet ergens heen. Dat is alleen maar geënt op het feit... Ja, je wordt voorgelogen. Alles is bullshit. NASA bestaat niet. Het is in een filmstudio. Maar waarom... De waarom is zeer schimmig. Ja. Okay. Omdat niks waar is. Ja. Want inderdaad, als je van de wereld afvalt, waar kom je dan? Mm-hmm. Wat antwoord is daarop? Dat soort van... Dat is een beetje de crux... Waar niemand van die... Dat soort van de vraag die ze dan Flat Earth stellen. En dan is het van... We gaan er niet over uit. We moeten even checken. Nou, hoezo is het dan? Het is dik. Het is sowieso dik. Het is een bol. En je hebt dag en nacht. Ja. Maar dat... Daar hebben ze een soort heel onlogisch, incorrect systeem voor wat er wel geloofwaardig uitziet. Dus dat is de dag en de nacht vanuit het midden naar buiten toe. Ja. Ik heb ooit een keer bijna op eBay, maar ik heb me ingehouden. Heb ik zo'n
wereldkaart, maar die dan zijn heel sick. Maar dan helemaal soort van gemaakt van een flat earth. Ja, super vet. Er zijn ook tafels, zeg maar koffietafels. Ja, 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 precies. Ja. Oh. Ik zou wel zo'n wereldbol bakken, maar dan is het dus niet een wereld, maar het is gewoon plat. Alleen is dat mini drankjes. Maar this might be my million dollar idea right here. Alles naast elkaar of hoe zit het? Nee, ik heb een soort hele rare pannenkoek. Het is ook niet rond. Het is een soort van een hele lange pannenkoek wat overheen gesmeerd is. Ja, ik heb het ook niet bedacht, maar het is... Het is wel leuk toch om een conspiracy te bedenken, niet? En al helemaal als mensen daarin meegaan. Maar het probleem is dat de shit die mensen denken is al der... Het is een beetje van je kan... Het is het klassieke geval waarin je fictie niet raarder kan maken dan de realiteit. Zo, wat mensen geloven, dat toppen is echt... Dat is een grote jongen die dat kan toppen qua raarheid, zeg maar. Viruswappies. Dat is een beetje... Ja. Nou, dat is nog wel een soort van milde vorm. Als in, zeg maar, ik kan heel makkelijk herleiden hoe je daarin gaat geloven binnen nu, zeg maar. Maar als je daar overheen saust dat Rutte kinderbaby's chopt. Dat is de lage in van hoeverre ik snap waarom je dit zou geloven en wanneer je denkt, kinderbabies. Maar jij zit een tijd lang echt diep in de QAnon. Ik zit er heel diep in. Ja, nog? Ik geloof het niet, maar nee. Maar gewoon, nee, je hebt podcast... gestudeerd, bedoel ik. Ja. Sommige fora zijn gewoon ook heel lekker om in te duiken. Ja, ik heb één podcast die ik echt religiously luister. En dat zijn gewoon hele grappige guys. Hoe heet die ook alweer? QAnon Anonymous. Ze zitten ook in die HBO-docu. Ja. Het zijn hele grappige guys. En in die HBO-docu? Ja, dat zit waar? Ze gaan bij hun langs in het begin als QAnon en duiden zijn. Maar het gaat niet alleen over QAnon, het gaat over conspiracy theories in de breedte, zeg maar. Het is deels, ze zijn gewoon funny guys, maar het is ook een soort van, ze benaderen het niet soort van alleen maar vanuit, deze mensen zijn heel dom, maar gewoon meer vanuit het psychologische aspect van, hoe kan het dat mensen hierin meegaan? Hoe gebeurt dit? Wat ligt eraan ten gronde? En dat is wel extra punt zo. Maar het lijkt mij dat er altijd wel één soort van ding ten grondslag ligt aan alle. Ik denk wat er aan ten grondslag ligt, wat ik geconcludeerd heb na het echt honderden uren naar die shit luisteren en er gewoon best diep in zitten. 9-11? Is dat nee. Mensen willen een heel helder beeld hebben van hoe de wereld in elkaar staat. Mensen willen een zwart-wit verhaal van good versus evil en behapbaar en dit is er aan de hand. Gewoon een soort van heel helder verhaal van oké, dit is wat er gaande is in de wereld en dit zijn de good guys, dit zijn de bad guys. Ik kan zelf iets doen online om een van de good guys te zijn. Dat is in een nutshell, is dat wat er nu gebeurt. Is het niet hetzelfde idee als een secte? Het is hetzelfde als religie, het is hetzelfde als een secte. Het is hetzelfde idee als het is gewoon een menselijke emotie van ergens bij willen horen. En grip hebben op iets. En het soort van compact samengevat hebben in een soort van zwart-wit filmverhaal. En een soort van een beetje sexy verhaal. Spannend verhaal. Een soort van dit is wat er aan de hand is. Terwijl het natuurlijk, en in de kern, Big Pharma is fucked up, maar... Dat betekent niet dat Hillary Clinton kinderen chapt. Zeg maar, nou, bewijs het maar. Niet van zo. Als de zanger van Huppel de Pup kinderbaby's eet, waarom dan ook niet Hillary Clinton neukt? Hey. Misschien was het voor Big Pharma doeleinden. Kinderbaby eet of kinderbaby neukt, what's worse? Ik dacht serieus dat je hier een soort vraag van ging maken. Wat zou je... Goed. Dick, volgende vraag. Ja, leuk. Zelf een journalistieke vraag. Ik? Ja. Doe jij het hoor. Oh ja, ik wilde nog heel graag weten, dat is ook een cliché vraag, maar had je een soort van, had je echt hardcore fans of ben een stalker? Of had je gewoon een paar guys die je bij naam kende? Dus, oké, daar staat hij weer vooraan. Ja, je had altijd heel schattig, heel aandoenlijk. Had je een groepje Nederlandse guys van een jaar of 60, denk ik. 60. En hij kan ze nog helemaal... en die stonden elk show vooraan met hun 10 cd'tjes. En dan moest ik weer al hun cd'tjes signen. Wow. En dan hadden ze weer allemaal foto's gemaakt bij de vorige show. En dan moest ik die weer signen. Dus je had een paar echt van die... Wat goed systeem. Dus dan zijn ze met buddies. Ja, heel schattig. Ja. Maar wel op een gegeven moment, want ik kon natuurlijk niet een goede sidejob ernaast. Dus ik werd op een gegeven moment in de schoenenwinkel in de Kalverstraat. Maar dat zeg je nu alsof het heel logisch is, maar dat klinkt eigenlijk best wel
voor ons als leken best wel raar als je met Marilyn Manson toert en met Korn toert. Ja, maar dan de kast staat verdient helemaal niks. Ja, ja. Dus, maar ik werkte dus in de schoenenwinkel en dat kwam een van die gasten kwam erachter. Dus die stond vervolgens bijna elke dag bij de Steve Madden op de coverstraat met zijn cd'tje. Oh, je hebt een fototoestel. Maar werd dat ooit creepy of was het soort van... Nee, wel schattig, cute. Ja, wel, maar... Een soort beperking in het spel of... Dat was gewoon een hele geile beer. Nee, hij is nooit... Ik werk met lichtverstand en beperking, dus ik ben triggered. Oh, beperking. Ik zou het zeggen. Ja, ik zou zelf niet naar mijn grote idool op zijn werkplek elke dag gaan. Dus ik denk dat daar misschien bepaalde triggers dan... Misschien was het ook een voetending gecombineerd met dat hij jou meegehaald had. Precies, dat had zomaar gekund. Ja. Maar in een sidejob heel normaal en in de metal, nou ben ik ook gestopt, want het verdiende helemaal geen pepernoot. Mm-hmm. Nul. Ik weet dat die jongens van ten tijde van dat tweede album of derde album van Textures, soort van de grootste Nederlandse metalband sinds jaren, ze ook allemaal gewoon, toen konden ze na 3 jaar konden ze zichzelf een keer ieder 3000 euro uitbetalen. Maar hoe kan dat dan? Kun je ons een nutshell uitleggen? Je hebt veel mensen nodig, toch? Ja, metal is wel een niche genre. Je begint natuurlijk heel klein. Dus je speelt in de OJC's, waar natuurlijk sowieso weinig geld in omgaat. En ook eigenlijk als je toert met een grotere band zoals Marilyn Manson, dan zeggen ze, ja, iedereen wil voor ons openen. Want het is een onwijs goede marketing tool. En je meteen op een podium zetten voor 4.000-5.000 man per avond. Dus als je het niet voor een symbolische 100 euro per avond wil doen, 100 euro en die, voor... En die positie dus knijpen zij gewoon, die knijpen sommigen, ja, maar sommigen betalen ook, toch? Dus om in een support... Ja, en dat is vooral in Amerika. Dan betaal je 10.000 tot 20.000 om support act te worden van een grote betaal metal band. Ja, dus het is eigenlijk marketingkosten. Een soort van je inkoop op het. Ja, klopt. Ja, en we hadden ruzie gekregen met onze Amerikaanse boeker, want we wilden dat niet doen. We hadden geen geld. Hij zei, ja, nou, dan moet je niet meer bij mij zijn. Wil je een carrière of niet? Ja, nou, waar halen we 10.000 euro vandaan dan? Ja. Nou, dus en hetzelfde geldt denk ik voor als opening bent voor grote festivals. Je verkoopt de kaartjes natuurlijk nog niet. Nee. Je bent niet de trekpleister, dus ja, dus ze kunnen het gewoon maken. Maar hoe ga je aan je moeder uitleggen dat je soort van voor 5.000 man staat, maar geen geld verdient? Dat is wel echt fucking weird, hoor. Dus toen op een gegeven moment, als je het dan voor het geld niet doet, moet je doen omdat je het leuk vindt. En dan word je 30 en dan denk je, jezus, wat denk je wel. Ben nog steeds, weet je, met de 20 stinkende gasten in een busje. Oh, en iedereen die heeft kater op kater op kater. Het wordt steeds ongezelliger. Laten we maar mee opbouwen. Ja. Maar was er dan letterlijk een eerste keer dat je ineens voor die 4.000-5.000 stond in plaats van 4.500? Was dat een soort van Ik ben in Jera on Air een paar keer. Ik denk ons vierde show was op Groesrock. En dat was op zo'n Macbeth podiumpje. En dan die plek won je. En toen, dat was onze vierde show. En toen stond daar toen al iets van 2000 man. Dus dat was wel heel sick. Het was meteen gewoon... Maar ik denk echt dat het indruk heeft gemaakt. En het is zo stom. En blijft Pinkpop. Helemaal geen metal festival. Ja. Maar juist omdat iedereen het herkent. En je hele familie in één keer denkt... Oh, metal, wat een metal. Ganspoppen, bakken. Oh ja, Pinkpop. Nou, ja, dan gaat het echt goed. Monumentaal. Ja. En dan denk je ook in één keer... Oh, ja. Ja. Was het kutste land om te toeren? Is het Engeland? Engeland sowieso, ja. Ja, ze wilden daar... Omdat ik dat vaak heb gehoord. Ja, geen faciliteiten. Ze wilden op een gegeven moment een keertje niet eens de verwarming aanzetten om kosten te besparen. Het was echt fucking kut. Ja, ongezellig en deprimerend land, ja. En het beste? Duitsland zat goed gefaciliteerd, ja. Duitsland zat er goed, ja. Heb jij wel eens live je muziek in de morgen gebracht? Vertel even. Het is een keer voor jou natuurlijk. Nee, ja, ik ben in COVID begonnen. Dus dat slaat nergens op eigenlijk. Nee, die pokken was toch al voor corona, die eerste? Nee, nee in de... Nee, want er was die livestream van... natuurlijk in de... Ja. In de, hoe heet het? Ah, ja, in Skate. Ja. Oh, precies. Toen was COVID net... Toen was de lockdown er net, volgens mij. Ja. In april of zo. Oh ja, het was die soort van extreem... chique livestream. Met vier kamers. Ja. Echt een lijpe VPRO-type livestream. Ja, was echt live. Lijp. ik ging heel erg op mijn plaat daar. Nee. Ik heb echt heel vals gedaan. Ja, dus ik ben nu bezig met mijn autotune live wat beter masteren. Oh ja. Maar ja,
Jesus Christ, dat was echt ja, heftig. Maar hoe is bij jouw muziek begonnen dan? Want je zei, ik heb een a cappella op YouTube gezet. Dat was een rare keuze. Wat is dat gewoon? Wat heb je gezongen? Nee, ik had een eerste single op het compilatiealbum dat uitkwam in de eerste week van lockdown of zo. Of de eerste maand van lockdown. Echt, over mijn gevoel is dat veel langer geleden. Flirt. Ja, maar dat is toch ook al heel lang geleden? Flirt. Ja. Maar die hebben vandaag geluisterd nog. Hey. Door ja, dat is een dikzakbeat, toch? Dat is zeker een dikzakbeat. Wij zaten in Korea toen Abo het liet horen. Ja, misschien had ik daarom... Ja. Oh, hij lag al heel lang. Ja, hij lag al heel lang. Precies, ik wou net zeggen, want ik weet dat Abo zei dat Abo liet horen. En ik de eerste keer dacht, what the fuck is dit? En dat ik met een Korea misschien inderdaad. En dat ik toen een uur later mezelf betrapt op. Ja. Super dik. En toen, oké, ja, dat is een pokoe. Maar dat, ja. Ja. Ja, dat was toen op die Lijp VPRO-livestream. Ja. Het was van mensen die in de carnavalscene zitten. En die hebben dus blijkbaar lijpe budgetten, omdat ze gewoon in carnavalstijd aan het banken zijn. Dat is echt top. Mm-hmm. Echt, maar dat was je eerste keer op een podium live. Ja. En daarna heb je nooit meer. Daarna heb ik nog een keertje bij een soort van... dat was van Sexyland. En dat was dan in de brakke grond. En daar hadden ze een soort soloseum gemaakt. Ja. Met die cabines. Ja, Make That That. Ja. Toen mensen nog van nieuwe energie hadden om creatief te zijn met corona. Ja. Nu heeft iedereen iets van, waar. I know. Ik ben daar ook geweest, maar ik weet niet wat... Ze hadden zoveel avonden, wat een lijst. Ja, was het er Abel moest optreden. En die guy in die rolstoel, Lil CB, shout-out. Oh ja. Lil CB. Maar in de corona, nu weer optreden een beetje mogen, wat is je plan? Ik heb nog niet echt een plan. Wageningen, what up? Wageningen, hell yeah, volgende week Wageningen. Ik moet gewoon eventjes goede video's gaan fixen. En dat vind ik heel lastig. Echt gewoon absurd lastig. Hoezo? Nou, Anne en Kev, hook a sister up. Right. Wat je wil. Ik kan niet alles, maar... Ik wil je ook al regisseren, hoor. Hell yeah. Joint regie. Okay. Joint regie. Ja, ik merk gewoon dat het op een gegeven moment... Maar wat zou je willen dan? Of ik heb het idee dat jij best wel een... Ik heb het idee dat je wel een beeld hebt van wat je zou willen, visueel. Ja, en ik heb ook het gevoel dat ik dat heel vaak nastreef. En dan denk ik van, oh, dat kan ik zelf wel. En dan is het zo fucking ruk als ik het terugkijk. Dat ik denk van, ah, hier kan ik... Ik kom er gewoon achter dat bijvoorbeeld... Ik wil een keer buiten iets filmen. En dan ga je buiten filmen. En dan kom je erachter dat buiten helemaal niet zo mooi is. En dat alles een soort van opvalt. Story of my life. Ik wil buiten filmen. Ik ga er buiten. Helemaal niet mooi. Ja, okay. Alles is een beetje sad. En dan heb ik heel vaak dat ik denk van... Oké, dan ga ik dit proberen. En dan gaat het in principe goed. Maar dan is het net niet vet. En dan is maar het... Maar is dat van... Heb je een voor jezelf... Was je favoriete videoclip? Die je ooit hebt gezien? Ik kan me vraag me af. Ja, nee, maar ik dacht dat je dat ook ging zeggen. Nee. Eentje die heel erg indruk heeft gemaakt is LDN van Lily Allen. Dat zij door Londen aan het lopen is. Echt gewoon zo'n early 2000s ding. Oh, dat zij door Londen aan het lopen is met haar fiets. En dan kijkt ze naar de wereld en dan is het fucking nice. En dan kijkt ze nog een keer en dan is het gewoon mensen die krek aan het roken zijn. Mm. Maar dat is gewoon mijn ene... Ik ken die wel. Ja, die is echt legendary. Die is echt nu mag jij een vraag stellen. Ik vraag me af, heb jij een soort van esthetisch, een soort heel een plaatje van wat je uit wil dragen? Heb je een soort van een heel bedacht iets in je hoofd al? Of is dat niet per se het geval? Niet per se het geval. Het moet in ieder geval wel bubblegum poppy zijn. Ja, precies. Maar niet... te gepolijst, want dat vind ik ook weer irritant. Ik weet niet, ik denk dat ik gewoon het grootste probleem ben in de zoektocht. Bubblegum crack. Ja, dat is niet, maar dat is niet negatief. Dat soort van, ik bedoel, kritisch zijn is crack en bubblegum. Goed. Maar niet te gepolijst, is nog wel een randje rauw of, ja. Ja, maar ook heel internet-y en dat is gewoon, I don't know. Ja, maar dat is op zich wel, dat is wel een esthetiek. Op zichzelf al, toch? Soort van die stijl. Maar dat is wel... Ik denk daarmee, wat ik persoonlijk heb, is als je dat moet je of goed doen of niet. Op het moment dat je dat kut doet, is het gewoon, lijkt je gewoon iemand van 50, lijkt gewoon een oud persoon die het nadoet. Ja. En dan wordt het gewoon gênant. En daar kom ik dus op. En dat is echt kut, want ik zit wel in die beweging, zeg maar. Maar als ik het dan ga doen, ik krijg het niet uit mijn botte vingertjes. Ja, maar dan moet je gewoon iemand anders ertoe vertrouwen, toch? Zo hoef ik niet te verwachten dat je het zelf kan. Ja, inderdaad. Maar dat is toch wel een soort van een dingetje dat ik denk van... Oefenen. Ja, oké. Okay. Maar het is, bepaalde dingen zijn gewoon zo vaak fout gegaan... dat ik denk van, nu moet ik het een keertje wel zelf goed doen. En het is ook een soort van trots dat ik gewoon achteraan wil. Dat is ook goed. Je kritisch op jezelf vragen voor iedereen qua wat je maakt en zo?
Nou, ik denk dus altijd van niet. Maar dan ga ik praten en dan is er van, oh ja, misschien wel een beetje, ja. Maar zijn er mensen inderdaad om je heen die die creatieve blikveld of de, dat visueel kunnen vertalen, zeg maar? I don't know. Want Go to Gym, ik hoorde Abel inderdaad. Ik vind zijn videoclips ook altijd best wel goed in elkaar zitten. Mm-hmm. Ja. Tenminste wel dat ik denk van, ik snap niet wat er gebeurt, maar er zit een idee achter. Ja. Je hebt de Abel geregisseerd, toch? Ja. Welke? De meeste van Go to Gym. Met die witte outfits, nee, doeken al, ook en al, zo. Wel een aantal, maar niet allemaal. Nee. Ah. Maar, ben jij kritisch op jezelf? Ja, goede vraag. Denk wel iets minder. Vroeger wel, en dan denk ik nu iets minder. Nu denk ik, het is meer wat ik leuk vind om te doen, in plaats van wat de wereld ervan denkt. En jij? Nice, toch? Ja. Zit jij er nog tussenin? Dat je denkt van, oh nee, ik wil heel graag niet perfectionistisch zijn, want dat vind ik helemaal niet interessant. Oh nee, perfectionisme is ook zonde van je tijd, toch? Ja. Het gaat nooit perfect zijn. Ja, en dat vind ik ook tamelijk saai, zeg maar, om daar naartoe te schrijven. Maar ik denk wel dat, ja, I don't know. Ik wil het heel graag loslaten. Ik ben niet een perfectionist, sowieso niet. Nou, maar het is meer, zeg maar, perfectionisme als soort van conceptueel streven is interessant. Maar als perfectionisme betekent dat je 5 jaar doet over een album en dat het niet uitkomt, dan is het niet interessant. Ja. Ja. Dus van, je kan heel veel maken en het ook uitbrengen en alsnog perfectionist zijn. Perfectionistisch hoeft niet te betekenen dat je heel lang doet over iets. Ik heb me wel eens afgevraagd als er acteurs zijn, als ik regisseur, cameraman, / producent, door even een uur lang zie voorbereiden op een shot of een scène. Ik ben een leek op dat gebied. Maar denk ook van, wat gebeurt hier? In film specifiek? Ja. Daar gebeurt gewoon heel vaak van alles. Daar is heel veel, is gewoon extreem veel soort van miscommunicatie. En dat de helft ook niet weet wat er aan de hand is. Ja, heel technisch meestal. Dat is gewoon technisch geneuzel. De camera moet net een centimeter naar rechts. Maar wanneer is iets perfect? Is dat ook niet super subjectief? 100%, ja. Natuurlijk. Dat maakt het ook een soort van abstract niet te halen naar streefbaar ding. Maar in mijn film specifiek is het heel vaak gewoon licht gepijp. Dan gewoon 4 man en een soort van lichten te schummelen. Ja. En ik heb heel lang gedacht, oh ja, die moet je gewoon lang in gang laten gaan, want dat zal wel. Mm-hmm. Tot ik op een gegeven moment dacht, ik vind het vet uitzien, stop met schummelen, we gaan nu filmen. Ja. Ja, een vriendinnetje van mij, die is editor. En die zegt dan heel vaak van, oké, dan zie ik op papier dat er allemaal dingen veranderd zijn aan licht en aan dingetjes. En dan kijk ik naar de frames en die leg ik naast elkaar. En dan zie ik eigenlijk niet superveel. Nee. Dus ook, zeg maar, het in film, het grootste gedeelte van het licht opzetten, dat duurt lang, of dat duurt het kortst. Dat is gewoon een soort van, oké, pip, dit staat, gewoon een kankergrote lamp, nog een kankergrote lamp, oké, pap. En dan, en zeg maar, 65% van de tijd is dat friemelen. Ja, ja. En niet omdat dat kan bij bepaalde films of bepaalde dingen, kan dat echt verschil maken. En kan dat soort van, is dat letterlijk schilder met leggen en wordt het fantastisch. Mm-hmm. Maar soms is het ook gewoon geneuzel om het geneuzel. Omdat je denkt van, ja, oké, okay, guys. Ja. Maar jullie zijn ook makers. Zijn jullie ook kritisch op jezelf? En in hoeverre zijn jullie kritisch? Bij mij is het wat anders, denk ik. Als in, bij meer een maken vanuit productionele. Je kookt. Ben je kritisch op je koken? Ja, want we hebben het vandaag niet bijvoorbeeld. Nee, maar dat was ingestort ook. Nou ja, ik vond het niet goed genoeg. Ik had het kunnen presenteren. Oké, dat had kunnen werken, dus op dat gebied wel, ja. Wat was het geweest? Ja, ik ga het even bewaren. Het soort van. Eentje was echt fucking goor. Ben jij kritisch? Nee, ik ben eigenlijk over het algemeen best wel fan. Jij bent best wel cool, mensen. Je bent best wel Love it. Ik ben niet een persoon die, waarvan je kan zeggen, ik ben over alles zelfverzekerd. Maar qua werk ben ik echt bijna nooit onzeker geweest ergens over. Maar dat is tegelijk. Ja, maar onzeker en kritisch zijn andere dingen natuurlijk. Ja, maar ik kan ook wel soms zeggen van, oh shit, ik heb dat in zo'n goede flow geschreven, fuck it, ik breng het uit. Mm-hmm. Ik ga er niet meer aan zitten. Ik had ook echt een hekel aan herschrijven altijd toen ik op de kunstacademie zat. Mm-hmm. Ik dacht gewoon, het is in 1 keer goed. Maar het gevaar wel is ook dat je er zelf misschien wel te makkelijk van afbrengt. Dus, ik denk dat is wel een ding.
Ik heb best wel lang. Ik kan het niet zo heel goed beantwoorden, maar ik denk dat eigenlijk dat zelfkritiek, als ik naar mezelf kijk, al heel erg zit in. Nog voordat je iets gaat maken of je iets vet genoeg vindt om te gaan doen. Of zo, snap je wat ik bedoel? Soort van, ik denk wel dat ik heel kritisch ben op wat ik maak, maar ook gewoon een soort van. Heel veel dingen denk je, dit zou ik kunnen doen, maar ik vind het. Maar het is gewoon whack. Dus snap je? Dus een soort van. Kritisch zijn is ook al. Is ja, al dingen niet doen. Ja, zeker. Zo, ja. Zelf, ja. Ja, dus een soort van. Correct. Dat, ja. En, nou ja, en er is een heel groot verschil tussen commercieel werk en je eigen werk natuurlijk. Ja, dat ja. Dat ook. Maar ik denk zeg maar dat ik denk dat heel kritisch op jezelf zijn wel echt dat wel funest kan zijn. Het dat is nooit goed genoeg. Niet fun is. Nee. Wat is het beste werk dat jullie ooit hebben uitgebracht? Waar jullie trots op. Twee dagen geleden gefilmd, dus niet uitgebracht. Ik heb een eerste edit. Het is. Ja, heb je hem. Is dit echt de beste? Ik heb hier zo'n zin. Yes. Het is fantastisch. Sowieso heel dit hem ook. Ja, maar dit is... Ja, dat. Ik ben zo benieuwd. Ja, dat, ja. Kan je straks al wat laten zien? Ik heb wel een stukje met de telefoon. Dat kan ik ook wel zien. En voor jou? Ik hoor heel veel... Mensen hebben echt tegen me gezegd, inclusief mensen zoals... Vriend van mijn Wouter, die ik echt al 26 jaar ken, 25 jaar, die zei dan van Stardom zit in, snitten van, oh, ik heb je nog nooit zo goed gezien. Die is echt een serie gemaakt, ik heb geen idee, Wouter. Ja, bij een Newbie televisie, ja, daar doet hij iets met couriers of zo, of iets met die boys. Maar wel iets in die trantzelfde doelgroep. Wouter van maar Oh, jij zit er ook in, maar ik ben een shortje ervan. Oh, ja, leuk. Precies. Ja, hij is mijn mooi, we zaten bij elkaar in de... Tweede, derde klas. Ik had geen idee dat ik het shit maakte. Wouter is een coole guy. Maar, sorry. Ik zag hem voor het eerst en ik dacht, oh ja, leuk. Maar ik had niet verwacht dat mensen het zo tof zouden vinden en dat ik daarna ineens op de HVA of All Fucking Places herkend zou worden. Ik maakte zelfs mee dat ik ging een drankje halen bij het Tolhuistuin. En dan kwam een chick echt naar binnen gerend. Zei van, yo, jij bent toch van Stardom snitten? Ik dacht eerst, oké, jij komt waarschijnlijk ook een drankje halen en je hebt me gezien, dus ze spreekt me aan. Maar ik zei ja en ze rende weer weg. Ik denk, wel dat soort van specifiek, dat soort absurdistische humor, als mensen dat vet vinden, die hebben een soort segment, mensen die als ze het vet vinden, dat echt een soort van binnen een vriendengroep. Er zijn vriendengroepen waar binnen Stardom snitten een ding is. Precies. En waarin ze dat naar elkaar, waarin ze een soort quote zouden gebruiken. Dat kan echt zo'n soort, snap je wat ik bedoel? Een soort mini-cult. Ik doe dat alleen, zeg maar. Mijn vrienden vinden het allemaal niet een soort van, ja, dat is jouw ding, succes. Meestal is het een soort van Stardom snitten. Specifiek Stardom snitten. Oh, dat was mijn favoriet. Ik denk dat mijn beste werk wel in theater zit. Maar ja, dat vond ik natuurlijk niet echt te herhalen. Maar ik was ook wel heel blij met mijn broer. Omdat ik toen echt een kentering heb gemaakt van gast die altijd een relaxte rollen speelt of zo. Een beetje dicht bij mezelf naar iemand die ook... toen we aan het repeteren waren, kon ik voor het eerst echt schreeuwen. Hebben we daarvoor gerepeteerd? Ja, een soort half dagje in West, in die... ik weet nog dat... Ja. Hoe heet die film met Tim Haas en de auto die we hadden gemaakt? Bro, bij Paardenkracht moest je Paardenkracht, precies. Ja. Dus dat kon je toen niet. In 2011 hebben we een kort film gemaakt. En toen, op een gegeven moment zei ik tegen Sjurum, oké, in deze scène moet je bent vet boos, je stapt uit een rijdende auto, je moet gewoon vet hard schreeuwen. Oké, is goed. Ja, take 1. je moet schreeuwen. En letterlijk, ik denk, dat voor mij zijn het 14 takes. Ja, maar weet je, toen had hij nog geen kinderen, hè? Ja, maar het gaat uiteindelijk ook niet over het volume, maar over hoe hard de mic staat. Nee, maar hij was zat letterlijk niet, hij was dermate zachtaardig en zo klein van binnen. Dat kon helemaal niet. Nee, het was echt, mijn broer. Toen zat ik ook echt al 15 jaar, zeg maar, in de acting game. Maar toen was ineens het kwartje gevallen en ik weet niet eens waardoor. Maar dat ik gewoon. Ik schrok van mezelf. Ja. Oh, did you really? Ja. Maar Milkshake dus was na mijn broer, hoor. Ja, maar mijn broer was voor mij echt een belangrijk punt. Echt? Oh, klasse. Ja, dus, shout-out, man. Nice! Ja. En jij? Oef. Wat was de vraag? Het beste werk. Oh, beste werk.
favoriete nummertje. Oh, ik kan niet eens meer de naam herinneren. Die laatste plaat heeft een nummer die ik heel dik vind. Hoe is het ook? Hoe heet het? Ik vond mijn favoriet van die plaat was Salt en... Salt en... Salt en Bone? Nee. Salt en Dust wilde ik voorstellen. Oh, wat erg dat ik het gewoon niet meer weet. Blood and Salt? Salt en Salt inderdaad. Salt en Death. Ik vond... ja, het is Blood and Salt. En ik vond... Welke? The Helmy. The Helmy. Schrijf jij het zelf? Alleen teksten. Ja, precies. Ja. Ik vond de ballad dus ook echt top. Was dat zo... Oké, dit klinkt bruut. Hey. Let's fucking do it. Hij deed dat met de drummer. Een drummer wilde altijd maatschappelijke issues adresseren. Maar jij schrijft teksten. Ja, samen met hem. Oké. Maar, en ik wilde altijd persoonlijk maken. Dus het werd altijd een beetje een mix van... Oké, een persoonlijke struggle en dan een super maatschappelijk nummer. Dus het was een beetje... Ja. Maar heb je het letterlijk dan over maatschappelijke dingen gehad? Of was dat altijd verpakt in een metal jasje waarin het soort van... Echo's ging bijvoorbeeld over de nasleep van de aanslag op Charlie Hebdo. En dat we onze meningen, in hoeverre we onze mening kunnen uiten. En wanneer is iets, zeg maar zeggen, beledigend of niet. Mm-hmm. Dus een beetje, dus hij had heel erg dat geschreven. Een van de eerdere nummers, dat ging over een verbroken vriendschap van mijn kant. Daar had ik weer het merendeel in, zeg maar. Dus een beetje van alles. Ja. En jij, flirt? Ja. Lekker bellen met de boys? Ja, fucking banger. ik heb nog niet mijn grootste ding gemaakt. Dat heb ik nog niet. Mooi, dan heb je echt wel iets vets om naar uit te kijken. Ja, de eerste keer dat je van jezelf schrikt. Over de hel. Ik hoop ook niet dat dit het hoogtepunt was. En dat het niet helemaal klaar was. Maar flirt en skirt, die vond ik geniaal. Dank. Ja. Oh, er is zo'n ding van Lady Gaga dat ze dan zegt van... Ja, ik heb een soort van stream of consciousness met God geschreven. En dat was ook met flirt. Ik zat gewoon in direct contact met de godheid. Nice. Gewoon lekker. Ik heb dus het idee dat ik echt even in Lady Gaga moet duiken. Want ik heb het nooit echt gecheckt. En 9 van 10 keer als ik iets randomly hoor, denk ik, wow, dit is een pokoe, is dat is Lady Gaga. Ja, ik heb 2 keer, Wat het met Gaga is... Waarom kijk jij zo kritisch? Ik denk dat ik hetzelfde heb als jij met Gaga, dat je denkt van, oké, waarschijnlijk is ze super sick, en in essentie is ze dat ook. Maar dat als je die disco discography gaat checken, dat je dan toch denkt van... Het zijn niet zoveel albums, toch? Weet ik niet. Ja. Ik heb ze ook niet allemaal geluisterd. Oh, dat ik zat gewoon net onderweg hier naartoe de Fame te luisteren. Dat was echt goeie. Ik heb die dat nummer van, hoe heet die film ook alweer met die guy? Stars Born. Cooper. Ja. Het is een mooi nummer. Ik heb gejankt bij die film. Ik moet hem ook nog zien. Abelzijd is precies hetzelfde. Ik heb gejankt, man. Echt zo goed. Maar dit is meer, als je dan... Ik weet dat het een goede film is, maar het is niet een film... Als ik dan s'avonds de bangste keer een film kijken... Wat niet super vaak is. Dan wanneer ga ik zin hebben in een film met Lady Gaga en Bradley Cooper van ik moet huilen? Zet hem in twee keer. Ik heb zo'n lijstje aan films die ik moet... Het is een list, zeg maar. Het is vast goed, maar ik heb geen zin in. Je moet hetzelfde rijtje zetten. Schindler's List, Stars Born en die geanimeerde Lion King. Zullen alle drie best wel goed zijn? Dan hoef ik alle drie niet te zien. Het is gewoon een beetje een film waar je een sixpackie en gewoon ook wel goede muziek, rock'n'roll. Gewoon echt wel goede. Het is wel een beetje rock'n'roll. Het is gewoon een beetje muziek dat je denkt. Het is van Lady Gaga misschien mis ten opzichte van bijvoorbeeld. Ja. Volgens mij is ze bijna net zo mega getalenteerd als bijvoorbeeld Prince. Want ze kan heel goed piano spelen en cement en dat soort shit. Lady Gaga kan dat heel goed? Ja, echt. Maar wat piano en heel sick. Maar toch net iets meer gericht op de numbers, denk ik. Ja, op het grote publiek. Maar misschien wil je dan wel meemaken in een rokerig zaaltje zoals Bitterzoet of zo op een doordagavond. Lady Gaga. Dat ze dan 3 uur lang doorgaat of zo. De bovenzaal van Paradiso. Zoals Prins dat dan ook. Maar zij doet niks met haar. Zij doet zij niks? Ja, wel. Okay. Ja. Begin met duiken. Ze duikt? In haar duiken. Zij duikt ook nog? Nee. Tegen springen in het water. Oh my god, dat was ook lijp. Ja, heb ik gekeken? Ja, volgens mij heeft iemand ook echt heel veel gebroken. En was dat Bertie Bart vraagteken? Ja? Dat jij een soort van... Een soort extra popcultuur kwap in je hoofd. Oh, absoluut. De hele dag zo'n Kirby zo rondcyclen. Deze guy... Zij is maar dat is... Ja, oh my god. Deze guy... Ja.
Deze guy, ik ken hem, hoe lang ken ik hem? Wat wist jij laatst? Hij weet, ja. Wat hij is weet hij? Dingen. Yeah. It's gonna blow your mind. Hij kan, het is, ja. Oh ja, een guy uit Venlo, waar wij vroeger mee hingen, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden, ja. Die hij volgens mij nog nooit heeft ontmoet. Oh, yeah. Yeah. Ik zei tegen in een appgroep van, hoe heet die guy alweer? En Chiron noemt zijn naam. Chiron is echt zo. Ja, die. Zo, maar hoe... Ja, maar wat had hij gedaan? Niks. Gewoon een guy zijn. Nee, gewoon een guy. Oh, okay. Nee, ja, hij zit in een soort bandje met een mattie van ons. Oh, je weet gewoon dingen. Ja, en ik, en hem persoonlijk kon niet op zijn naam komen. Chiron kon wel op zijn naam komen. Maar het is ook dat een popcultuur met hip-hop shit, zeg maar. We hebben een tijd lang een hip-hop quiz gedaan. En dan moest Chiron er gewoon bij, want dan was het van... Okay, maar het begon bij mijn oma vroeger al, R.I.P. Dat ik op het toilet rollenblaadjes zat te lezen. Dus die hele cultuur ken ik ook. Ronnie Tober, Frans Schover, al die gasten. Ik ben er vandaag pas, en hier schaar ik me echt voor, ik ben er vandaag pas achtergekomen dat Lieke van Lexmond een zusje heeft die ook bekend is. Ja, ze hebben die stenen verkocht ook. I know. Ja, ik wist niet dat de Lieke van Lexmond zusjes waren. Maanstenen, gewoon, toch? Ja, maanstenen. Ja, ik heb het gelezen. Maar wie is haar zusje? Jetteke? Dat weet ik niet. Wel echt... Maar, wist je bijvoorbeeld ook dat Tineke de Nooi vier vingers heeft? Nee. Oh, wauw! Nee! Tineke de Nooi. Dat weet niet. Nee, man. Een IT zero, man. Gooi meer van deze facts. Wat heb je nog meer? Nee, maar popculture ook. Zat van, ik heb heel vaak mensen die zeggen, ik ben slecht met namen. Ik zou van mezelf zeggen, ik ben goed met namen. Maar jij bent een soort next level. Ik had dan Nicky echt een goeie destijds. Zij was ook crazy. Zij was ook super hard. Ik heb met haar een paar filmquests voor Cineville gemaakt. Ik dacht dat ik een filmnerd was, maar zij... Ik ben absoluut geen filmnerd. Maar waar ligt jouw expertise op soort van... Random shit, als het dan ineens opkomt in conversatie. Ja, ja, ja. En dan zeg je van, oh ja, ik weet er niet zo heel veel van. En dan weet ik toch nog ergens een tapje open te trekken. Ja, precies. Het is het begin van een mooie vriendschap. Ja, over het Tineke. En haar vier vingers gewoon. Ik zie een soort van serie voor me dat jullie gaan, een soort sketch show dat jullie gewoon over een dijk lopen. Dat is een heel lang shot en jullie gaan allemaal dingen tegen. Ja. Dus jullie zijn niet best in gesprek. Jullie zeggen gewoon dingen. Dat shit. VPRO, here we come. Ja. Yeah. Maar ik wil nog één ding ook weten. Hoe klinkt een metal ballad? Oh, ja. Hoe klinkt een metal ballad? Nee, je hebt er eentje, toch? Ja, metal ballad is meer met je rock. Hoe heet dat nou? Silent War? Tegenstrijdig. Ja. Silent War. Een metal ballad. Ja, Metallica, Nothing Else Matters. Metal is niet per definitie schreeuwen, hè? Mm-hmm. Het hoeft niet. Ik kan ook gewoon clean zingen. Ja. Yeah. The Temptation is ook metal, wordt niet ingeschreeuwd. Maar wat is er metal aan Nothing Else Matters? Misschien een beetje de solo, de riffs. Ja, het nummer is misschien niet per se metal. Nee, maar, jij kent de a cappella of jij kent de akoestische versie. Het origineel is wel een stuk harder. Maar dan kom je eigenlijk bij de vraag, wat defineert metal dan? Ja. Wat defineert metal? Paul McCartney heeft metal uitgevonden, toch? Daar gaat je popcultuur. Heb ik wel een soort out of the window. Op Tineke de Nooi was dat. Je pakte die vingers en zei, ik kan dit. Ja, precies. Hij was, heb ik ooit gelezen, aan het experimenteren op zo'n nummer van de Beatles. Ik neem alles terug wat ik zei over je popcultuurkennis. Maar metal en Beatles voor mijn tijd. Echt in alles is goed. Metal is dus wel heel goed te herleiden. Dat is Black Sabbath. Dat is gewoon, dat zijn de Godfathers. Ozzy. Awesome. Ja, hij leeft nog. Legend. Ah. Ja, hoe? Hij leeft. Dat is echt insane dat die guy nog leeft. Ja. Misschien is dat een conspiracy dat hij nu leeft. Ja. Ik heb Sabbath 2 jaar geleden op 3 jaar geleden op Hellfest gezien. En ik was zo blij dat ik dacht, ik heb dit nog meegemaakt. Ja. Maar het was ook gewoon de hele show. Want Ozzy liep dan... Nou ja, lopen is een groot woord. Hij bewoog zijn benen zo om zijn beurt, waardoor hij af en toe een beetje bewoog, zeg maar. En ik ging net naar de rand van het podium. En ik was oprecht dat ik dacht, oké, ik wil niet bij de show zijn waar hij van het podium valt en sterft. Dat van, kan er nu iemand met een hash op het podium komen die hem gewoon even terugzet? Want hij was gewoon de hele tijd op de rand van het podium, zat van rondom dabber. En ik dacht, als hij nu valt, is hij dood. Maar hij had een vet goede liveband. Hoe heet die gitarist ook weer? Van Black Label Society. Zach Wild. Die show was super sick. Maar, want hij ging heel regelmatig van het podium af. Sabbath. Was dat ook bij Sabbath? Nee, dat was een Sabbath show. Dat nog flink of zo? Drinkt hij flink? Weet ik niet. Ja, nee, ik denk dat hij... Is hij niet clean? Want als hij nu nog steeds zou gaan... Hij is ook ziek, toch?
Ja, hij kan niet lekker. Hij valt uit elkaar. Als je één rockautobiografie moet lezen, dan ja, die van Rick James, maar die van Ozzy, dat is een goede tweede, die is insane. Maar is niet een verkapte Lemmy dat hij op een speed dieet zit? Dat hij dat moet? Ik denk, vroeger. Ja. Oh, nu nog steeds? Ja. Oh, dat, ja. Ik denk dat hij een soort van... Ja. Om van zo te shaken naar zo te shaken te gaan. Ja, precies. Sharon. Sharon is ook echt een engel. Oh. Engel. Nee, er was allemaal shit met haar. Ja, zij was gecanceld. Nee, was zij gecanceld? Nee. Ja, er was een soort van... Er was iets met racism en dat ontkende zij heel erg bij een talkshow. En toen zei ze, nee, I have black friends, I can't be racist. Nee, met die BBC-presentator die helemaal slecht ging. En zij nam het voor hem op. Ik weet ook niet meer precies. Oh, die is van Top Gear. Nee, niet die van Top Gear. Die was zo'n morning show. Was zo'n, maar Sharon fucked up, in ieder geval. Ja, Sharon, ja. Ik zag het. Die ging op soort van tirade online. Ja, een beetje van, je bent 80. Van, je snapt ook niet wat voor of achter is, maar hou wel van je bek. Had ik die ooit die fitty gezien tussen Jay-Z en Oasis over Glastonbury? Oh ja. Ja, een paar maanden. Nee, Jay-Z, Warnerwall. Ik krijg letterlijk kippenvel als gaan denken. Ja. Oh ja, want toen zei Oasis dat daar geen hiphop Jay-Z deed Warnerwall op Glastonbury. Precies. Hij kwam ook bij Warnerwall. Ja, het is wel hard. De gast van Oasis had gezegd, nee, dat dit is geen, dat hoort niet thuis hier. En daarna, allow me to reintroduce myself. Ja, I got 99 problems. Oké. I'm there with you. Ik heb dat weer gemist. Ik weet gewoon hele specifieke shit uit Nederlandse shit. Oké, hit us with one fact that we don't know. Oh, nee, dat kan ik helemaal niet. Het moet in conversatie opkomen, ja. En dan gaat er een beurt op. Dus dat gewoon een gedeelte van je harde schijf waar je niet bij kan. Maar wat is de popcultuur tegenwoordig? Wat weet je allemaal van Frans Bauer? Oh, ik weet wel dat de dag, of in ieder geval een week... Nee, wacht. Ik was filmen op een ecodorp in Wageningen. Ook Wageningen, wow. Mijn hele leven in Wageningen. En hij zei van, ja, de laatste filmploeg die hier was geweest was Frans Bauer. Toen dacht ik, wow, ik word gewoon geupstaged door Frans Bauer. Ja. Ja, vet. Shout-out Frans. Ja. Ja, man. We hadden het gisteren nog erover in de appgroep. Ging het op een gegeven moment over onironisch en ironisch. Mm. En toen moest ik echt denken aan de tijd dat we ironisch heb je even voor mij zongen. Maar dat ik, als ik het nu op 100% NL op de radio hoorde, dan dat wat dan ja. Ja, ik heb het even. Het woord top is een jam. Gebruikte top. Top. Ja, maar een top woord. Ironisch. Precies, top. Maar ironisch is nu gewoon. Ja. Ja. Maar letterlijk dat ik dacht, ja, dit... Oké, top hoor. Ja, toppie. Zo, fast forward, later. Oké, top. Top, subs. Maar misschien is het ook wel eigenlijk, zeg maar, wat natuurlijk heel nauw samenhangt met ironisch, is een soort van snobisme. Dus eigenlijk is het mooi dat je dan, eigenlijk is het mooi dat je het ironisch en het snobistische loslaat en gewoon denkt, dit woord dekt de lading, I'm use it gewoon. Ja. Het is gewoon een chill woord. Ja. Kijk, en dat zijn vlees. Inderdaad. Ik weet niet of het een feit is, maar... Goeie mening. Bijna een feit. Wat staat er onder een feit? Een goede mening. Slechte mening. Neutrale mening. Hey, maar kom je ook uit Wageningen 4? Nee. Dus... Nee, ik kom wel uit Gelderland. Waar? Husum, bij Arnhem. Ja, met twee S'en. En Arnhem, wat betekent dat voor jou? Oh, echt, eigenlijk geen ene reet. Ik bedoel, ik moet wel zeggen dat ik het was wel echt maar wat jij ook had met jou, waar kwam je ook in? Wassenaar. Nou, dat je dan op een gegeven moment tiener bent en dat je denkt van, I hate this town. En ik ga gewoon de hele tijd muziek luisteren die dan zegt van, oh, I hate this town, ik ben zo niet begrepen. Ja. Fucking nice, want dat kon ik doen bij Huus en Arnhem. Dus wat dat betreft vond ik het fucking hard wel dat ik wel dat kon zeggen. Maar nee, ik vind Arnhem heeft één heel leuk ding. Waar ik heel blij mee ben. Mm-hmm. Het is een hele grote aardvarken met een feesthoedje. Naast de bibliotheek. Maar echt gewoon ontiegelijk groot. Omdat er ooit een aardvarkentje geboren was in Arnhem. Oh. Dat is echt mijn piek Arnhem. Echt. Maar is er ook niet een soort van een soort fashion kunstie in Arnhem Academie? Of Ja, zeker. Art is goed. Nee, ik bedoel niet per se. Ja, de academie is goed. Maar is de paraplufabriek, dat is ook Arnhem? Of niet? Ze hebben daar ook een Ace & T vroeger. Wat? Ze hebben daar ook een Ace & T. Nee, maar ik bedoel bij Bed. En een Zara. Maar hebben ze niet ook gewoon een leuk museum? Museum Arnhem. Willem Heen. Openluchtmuseum. Ja. Miller. Oh, en, hoe heet die ook alweer? De Burgerzoo.
Oeh. Oh ja. Oh, fucking lijp. Hoe is mijn auto erin, toch? Ik bedoel, not vegan, maar fucking lijp. Not vegan? Sorry, Anton. Wat ook wel schattig is, ik was met een vriend gaan eten op een gegeven moment in Arnhem en het zeggen allemaal soort... Ze hadden McDonald's. drie zelfs. Geprobeerd Amsterdams uit, zeg maar. Dus iedereen in het zwart, lekker industrial, zwart nagellak. Veel jonge meiden, hippe jongens. Maar dan heel hoe is aardig, dat Amsterdams? Oh, zo, ja, ja. Maar hoe ja. is dat Amsterdams? Is dat niet Amsterdamse arrogantie om te denken dat het ja, Amsterdams is? Ja, dat is wel waar. Mm. Oh, Arnhem was een... Zijn dat dingen dan hier? Arnhem was een hele tijd een ding dat ze een soort van op Berlijn wilde lijken. En daar hadden ze ook echt een plan voor gemaakt. En er waren een soort van, oh ja, Berlijnse dagen. En toen hebben mensen uit Arnhem shirtjes gedrukt. En die wil ik nog steeds heel graag met... Dan tief je toch lekker op naar Berlijn. Fucking hard. Dat is wel weer major Arnhem. Shining. Maar het was dat. De gemeente Arnhem had letterlijk een soort draaiplan, een pdf gemaakt van hoe gaan we Berlijn lijken. Ja, zoiets. Dat heb ik dus meegekregen. Ik weet niet hoe feit het is. Dus je kan van de scratch beginnen. Ik denk niet dat ja. dat... Ik denk de insteek was Berlijn is hip. Let's do this. Gewoon even een soort van Berghain 2 openen. En dan, Is een van jullie ooit in Berghain geweest? Nee. Nooit. Erg. Jullie? Nee, maar ik gewoon daar in de rij staan met... Heb je in de rij staan? Nee, maar ik bedoel, om daar in de rij te staan van een paar uur met een 50%, 60%, 70% kans dat je niet binnenkomt. Ja. Maar je kan gewoon klaarkomen in een bad en dan... Ik hoorde dat... Leroy, wordt er iemand gebeld? Nee, iemands telefoon loopt een beetje te storen daar. Ik hoorde dat de rij voor de Berghain met de opening, of tenminste de heropening, 7 uur was vorige week. Ja, die shit. Ja, ik vind het ook een soort van vernedering kink om in die rij te gaan staan. Dat wil ik al niet. Ja, tuurlijk, man. Ja. Ik vind het kut als ik 10 minuten in de rij moet staan. Mm-hmm. Als ik ben 34. VIP, bro. Zo fuck onaardig zijn. Hoezo sta ik niet op de gastlijst? Ja. Bouncers. What the fuck? Die niet aardig zijn. Zijn mensen onaardig? Mm-hmm. Oh ja, zijn jullie al ja, maar precies, waarom jij wel bij, en jij weet het, bij wat de trouw werd later, de, wat weet je dat ook alweer? De school. Oeg. De trouw werd niet de school, maar... Ja, of dat soort van, whatever. In the heart of man. Ja, Club 11. Ja. Club 11 was nog wel leuk. Maar dan stond je daar ook, weet ik veel, voor lang in de rij. En dan werd je soort van onthaald door een bouncer of whatever. Of zo'n doorbitch of hoe je dat dan ook noemt. Die dan soort van... Jij keek gewoon nog zo. Nee, maar dan wordt dat spelletje gespeeld van ga ik je wel binnenlaten of niet? Zo van dit, ja, dude, get the fuck out of here, man. Dat is het is vaak een man in een rokje. Genoeg voor de school. Is een van jullie post-corona gaan clubben tot 12 al? Is dat al gebeurd? Ja, zeker. Echt? Ik ben één keer naar skate geweest. Eén keer. Okay. Maar dat is niet, ja, is dat clubben? Ja. Nou ja. Of post-corona gaan clubben? Ja? Ja. Maar dit tot 12 uur? Tot 12 uur. Zeg maar. Ja, in Mystic Garden geweest. Bij Zuidplas. Was heel leuk, want het was nog lekker weer. Mystic Garden. En dan gooi je natuurlijk een pilletje erin en dan is het... Wow, het is de beste dag uit mijn afgelopen 2 jaar. Ja. Maar hoe lang ga je dan? Ja, een festival sowieso om 12 klaar. Toch? Ja. Ja, precies. Zo, dat wel. Veranderd. En wat nog meer... Maar ja, ADE vond ik een beetje tegenvallen. Want en toen besefte ik, dacht ik in één keer... Ik weet niet of de lockdown nou 8 jaar heeft geduurd... Of dat iedereen nu in één keer... tyfus jong is. Maar toen ging ik naar de marktkantine. Ja, je zat alleen maar tussen 20-jarigen die helemaal uit hun plaat waren. Ja, Into the Wild. Dat je bijna zo'n moederinstinct kreeg. Ja. Even rustig gaan. Ik ga nu een beetje te hard. Weet je nog, Rotterdam Beach, dat wij ons zorgen maakten om een jongen bij een Ronnie Flex show. Ja, die maar helemaal die guy stond op het punt om zijn eigen ogen uit zijn gezicht te kappen. Nee. Die kaak ging, die onderkaak zat op zijn hoofd. Oh, heftig. Ja, ik denk dat hij alles had genomen wat hij kon nemen. Dat was het enige, maar jullie niet dus. 36. Nee, ik ben nu al niet. Nee, ik moet wel zeggen dat af en toe als je dan thuis een pokkel heel light opzet, denk ik, hey, de club man, dat is eigenlijk wel een ding. Club betrekt me, maar een soort van echt een goede show, gewoon een paar concerten achter elkaar, een ladder zat worden, daar heb ik wel zin in. Ja. Maar club, nou. Nah, nee. Dit vroeg mij vanochtend af. Met deze gedachte heb ik vanochtend wel een random gedachte. Maar nieuwjaarsavond. Gaat alles dan tot 12 uur open moeten zijn? Gaat dan om 12 uur alles sluiten? Gaat iedereen om 12 uur op straat staan en dan blijf je buiten? Wat de fuck gaan we dan doen? Ik denk lockdown, man. Ik denk eenmalig mogen we tot 2. Dat denk ik. Ja, ik denk dat is mijn prognose. Misschien wel 3 zelf. Hangt er vanaf. Ik denk dat ze dinsdag nieuwe maatregelen gaan doorvoeren, maar op een te laffe manier, waardoor ze over een maand...
meer dan 7,5 besmettingen vandaag. Hè? Als mensen dit niet luisteren, weet ze of gewoon gelijk hadden. Ja. Okay. Ja, toch? Ja, want het... Ik denk dat je hetzelfde krijgt wat je de hele tijd krijgt. Er moet weer in worden gegrepen, wordt te laat ingegrepen, wordt te minimaal ingegrepen. En dan worden ze weer tot een veel te lang ding gerekt. Mm-hmm. En zitten we in maart weer, weet ik veel. Maar je denkt dat er nu nieuwe maatregelen komen? Dus alle kroegen gaan dicht. Er gaan nieuwe maatregelen komen. Ze hebben de shit vervroegd. Ja. De presentatie, of hoe noem je dat? De persconferentie. Ja, dus dat gaan ze niet doen om niks door te voeren. Nee. Eerlijk, het wordt koud. Ik ben voor het eerst in mijn leven GTA 5 in spelen. Nou, top. Ik ben, ik ben lockdown ready. PlayStation 5. Ja, mijn PlayStation controller. Ik heb mijn nieuwe Tamnules. Ja, maar ik vind de lockdown wel chill, hoor. Oh, want je agenda zit bomvol. Ik vond de tweede lockdown wel echt heel kut. Ik denk dat... De eerste paar weken waren chill. Ik denk dat... Ik heb nu het idee... in mijn hoofd... Maar dit is gewoon wat gebeurt met een soort van... een tijd samenvatten in je hoofd, toch? Of... je maakt hem kutter dan hij was. Als je een relatie, soort van, als je denkt van ah, dat is trash of soort van whatever. Je kan dingen in retrospect heel makkelijk soort van trash maken. Mm-hmm. En je kan dingen heel makkelijk romantiseren. Maar in mijn hoofd was de eerste lockdown crazy gezellig. En soort van hele vette games gespeeld, vette films gekeken. Dat was opnieuw, gewoon toch? Onder een dekentje op de bank. In mijn hoofd was het fucking gezellig. Maar als ik heel praktisch nadenk, was het dat helemaal niet. Maar gewoon... de samenvatting in mijn hoofd is nu geworden. Eerste lockdown was amazing. Online pokeren. Online koken samen. Dat is gewoon fucking leuk. Maar tegelijkertijd weet ik dat ook... als ik er concreet bij nadenk, weet ik dat ook vet veel momenten waren dat ik dacht... oké, dit is fucking kut. Ik wil de deur uit. Ik word helemaal lijp. Soort van... De tweede leek wel veel oneindiger te zijn. Man. Wat was de tweede dan? Vanaf oktober 2020. Oh ja, nee, toen, was toen kreeg je ook de avondklok. Ja, die avond was nee, toen was ik klaar. Die was heavy. Oh ja, de avondklok. Hmm. Dat is echt alsof het nooit gebeurd is in mijn hoofd. Niet normaal. Toen die Gestapo met die knuppen. Ja. Dat is nog heel mooi gedicht op de avondklok geschreven in januari. Bassett. Nou, kom maar door. Dat is wel een eindje. Bassett. Het is er. Moet wel een telefoon tevoorschijn. Ja, maar je hebt mij. Niemand kent dit. Schrijf mij veel gedichten. Toen ik thuis zat van werk. In februari heb ik er een stuk of 5 geschreven en daarna weer gestopt. Wil je iemand nog een Bourgogne brand? Ja, ik wil nog wel een laagje. Er zit geen laagje. Deze is wel lekker, die vorige vond ik zeer... Deze is lekker zoetigachtig. Ja, ik vond die vorige ook wel gewoon heel licht. Ja, die vond ik nice. Nou ja, dat is dus grappig, want ik zei tegen die guy, geef me 3 gewoon zeer uitgesproken wijnen. Maar dat is niet per se echt gewoon. Oké, het heet de lantaarnpaalkusser. De wat? Kusser. Lantaarnpaalkusser. Oké. Ja, zeker. Hij vertelde altijd prachtige verhalen. Over hoe hij op zondagavonden knuffelde en kuste met lantaarnpalen. In de zomer bleef het echt langer licht en bleek er ook nog eens een avondklok. Dat is balen. Prachtig. Okay. Ja. Wat ik dan denk is, moet dat zo rijmen? Maar ik weet niks van, ik weet echt letterlijk niks van poëzie. Je hebt op school heb ik ook geleerd over dwangrijm. En dwangrijm is dus het echt. Toen je bij rap wel eens. Als je dan bijvoorbeeld. Dat in alle boxen dan ineens laat rijmen. Of dat je ineens Engels gaat rijmen of ja, zo. Ja, of gewoon een woord wat niet in die zin past. Ik hou niet heel erg van rijmen, maar soms. Ja, gewoon even een beetje doorheen sprenkelen. Als parmezaan. Even rhyme. Maar man. Dat was ook wel een van mijn grote successen trouwens. 2009, 2010 era, toen was ik stand-up poeter. De one-line of wat heet die shit. Maar dat leek me lastig. Moet je dan gewoon on the spot, moet je iets verzinnen? Nee, ik had wel werk bij me. De glimlach van een kind met AIDS. Ja. Maar dat was een vondel, een vondel. Niemand begreep behalve jullie. Ik ging helemaal stuk in maar er stonden echt veel mensen, dat was van een Colosseum in het Vondelpark ook. Het was wat crickets en ik kwam niet meer bij. Sjeroen kon gewoon opgehobbeld. Ja. Oké, en iedereen deed zo'n soort van... die ene kankernep guy was er Jordi. Ja. Dus het was allemaal van die... Lieper allemaal. Wie is Jordi? Hup, voornaam achter. Nee, gaan we nu piepen. Fuck die guys. Dat neppe fucking bullshit. Ja, dus al die guys doen een soort van die kan-en-klare woordgrappen. Van dit soort toys. Van luister... De Blue Band is uit elkaar, want het boterde niet.
Ja, dus alleen maar dat. Ja. Dus ja. Je hebt drie van die guys gehad die een soort van grapjes doen. Sharon hobbelt dat podium op. Ja. De glimlach van een kind met AIDS. Nou ja, ja, ik was gewoon, dus ik ging helemaal stuk. En dan zat van de crickets. Wat? Ja, nee. En het ding is, Vondelpark is dan een soort van zo'n ding waar allemaal gezinnetjes samen komen. Ja. Echt van die moeders en bloemen jurken, weet je, Franses, dat soort shit. Ah, van die King Louis jurken. Maar, wat zou ik ook kunnen zeggen? Ja, nee, ik was regelmatig destijds gevraagd of ik stand-up wilde doen, maar ik ben iemand die, een van de dingen die ik op latere leeftijd aan het leren ben, is dat ik op mijn bek moet durven gaan. Mm-hmm. Zeker met stand-up. Mm. Precies. Dat moet je zo intensief doen ook. Ik ben iemand die eigenlijk altijd goed wil zijn en niet iets nieuw moet doen. Yeah. En nu begin ik eraan te wennen dat ik ook dingen kan, hè, van scratch kan doen. Dus ik werd toen regelmatig gevraagd voor stand-up, maar ik dacht nee, het idee dat je elke avond grappig moet gaan zijn en dat er mensen kunnen zijn die je shit niet grappig vinden. Toen heb ik maar bedacht, oké, ik ga aan de hand van gedichten wat grappige verhaaltjes vertellen. Ja. Ik vind het wel sick, want leuk. Ik ben best wel vaak bij Toemelo geweest. Mm-hmm. En dan heb je een soort van een x-aantal mensen die een beetje roleren. Dan zie je gewoon, dan zie je sommige mensen best wel vaak, nog een keer. En je ziet dan voor de tiende keer een guy fucking hard op zijn bek gaan. Maar het blijft gewoon door. Ik zou na drie keer zou ik zoiets hebben van, yo, fuck deze shit, dit is niet voor mij. Ja, ik denk dat je zelfkastijding. Ja. Ja, maar ik denk dat je het. Maar ja, daar word je wel een soort van, dat heb je nodig om. Zo die drive natuurlijk. Maar het is wel acteren. Dus het is een soort van, je moet het niet zien als, ik zeg iets en mensen vinden het niet grappig. Voor mij moet je het gewoon zien als, oké, deze tekst die ik heb bedacht is niet grappig, dus volgende tekst of dus die tekst anders brengen. Zeg maar, het is in die zin wel gewoon een soort van een artistieke skill die je gewoon moet slijpen, zeg maar. Ja, en je moet zo van. Want het ding is, bij heel, zeg maar, comedy is 90% timing. Wij hebben mensen toenlijk gezien vandaag. Mm-hmm. In essentie was dit grappig, maar je pauze tussen die twee zinnen was niet lang genoeg. Je praat te snel, je kijkt de verkeerde kant op, ik zie dat je ongemakkelijk bent. Soort van, comedy moet landen. Dus comedy moet soort van landen en gewoon gebracht worden. Ja, maar dat is ook weer een soort van. En ik denk dat je ook, zeker in dat soort kleine zaaltjes, moet je echt read the room gewoon. Je moet soort van. Je gaat voelen van oké, dit is nu. Dit zijn de mensen, dit is dit. Mm. Ik ga het nu op deze manier doen in plaats van dat. En dat is echt. Daar moet je jaren ervaring bij hebben. En inderdaad 100 keer op je bek gaan om te weten wat niet werkt. Maar ik denk wel dat soort van, want voor ons klinkt dat allemaal als de hel. Ik denk als je dat gaat doen, haal je hoe dan ook een kick uit op het podium staan en praten. Zeg maar. Mm-hmm. Zeg maar, dat heb ik niet, dat heb jij niet. Dat weet ik niet, voor jullie kan ik niet spreken. Maar soort van, je moet daar wel, ook al bom je insanely. Mm-hmm. Je moet wel iets uithalen van, iets in jou zegt, ik vind het vet om dat te staan. Verslavend en kut tegelijkertijd. Ja. Ik moet zeggen dat ik wel echt een stuk of drie keer nu op mijn bek ben gegaan op het podium. Geen negatieve herinneringen aan, gek genoeg. Met optreden? Ja. Maar op wat voor manier dan? Dat ik fucking fout was of de autotunes dat niet goed afgestemd of wat dan ook. Dat je denkt van, was het met publiek ook? Ja. Ja. Nou, dat is het goed. Maar het grappige is zelfs. Maar vond je maar dus dat vaak anderen niet. Dus ja, eigenlijk dus hoe leuk je het vond oversteeg dat het niet goed ging. Ja. Nou, meer dat ik denk van dit was een moment en daarna kan niemand het ooit terugzien. Terwijl dat wel kan. Eigenlijk in principe. Maar gewoon een soort van oké, nou dat ging niet goed. Oké, next. Maar had je het idee dat je dat podium opstappen dus dat je dat daar iets dat je dat heel leuk vond, dat je dacht van oké, dit wil ik doen. Ja, wel lijp adrenaline, maar het is ook, zeg maar, dat kan dus, je kan soms iets in adrenaline doen dat je dan later denkt van, man, dat is echt fucking dom. Toch ook? Nee, ja. Oh, is dat de butterfly effect? Is dat niet hetzelfde? Nee, Mandela's. Op de rosten, maar. Mandela's zijn gewoon van die hele mooie tekeningen. Nee. Mandela's. Wat is het Mandela effect refers to a situation in which a large mass of people believes that an event occurred when it did not. Ja, precies. Oh, sorry, wel. Ja, dat is wel Mandela effect. Ja, ik heb dat dus met Brinkies. Ik dacht eerst dat Binkies waren. Binkies. Mm-hmm. Snap ik. Ja. Snap ik. Maar dat is gewoon easy mistake. De koekjes. Die zijn fucking goed. Oh.
Maar jij vindt dus als, jij vindt dus dat iedereen iets meer een idee zou moeten leven van deze simulatie laten. Niet iedereen. Nee, zeker niet iedereen. Designated Chaos Lords. Dat vind ik een heel goed plan. Nieuwe Bevel Icon Light. Chaos Lords. Designated. Dat snap ik. Ja, ik vind dat we gewoon bepaalde mensen toe mogen staan van, hey, jij nu gewoon succes ermee. Ja. We vinden niks meer erg wat je doet. Heb jij stylewise, kleed jij jezelf zo al sinds je 14, 15? Is dat van sinds heel jong? Of is het, ja, denk ik. Star Wars? Style. Ik dacht eerst Star Wars. Kleed ik mij al Star Wars? Star Wars sinds 14, 15? Nee, maar is dit een bewuste keuze geweest? Of was, dit gewoon, was jij altijd gewoon die chick die soort outrageous shit aan? Ja, dat is wel echt op een gegeven moment heel vroeg zo gegaan. Ja. En het grappige is dat de katalysator daarvan was ik in groep 8 die alleen nog maar bruin aan wou. Dat was echt fucking saai. Ja, die groep 8 bruin is fase. Alsof ik de grudge was die een soort van uit een gore sludgepool bruin ging dragen. En daarna dacht ik van, nee, fuck it, ik ga lijpe tutus bestellen en zo. Ja. Oké, maar dat was echt groep, dat was brugklas ook. Ja, brugklas. En waarom in één keer lijpe tutus? Ik weet niet, ik denk dat ik aandacht gewoon altijd al heel chill vond. Ja, ja. Ja, ik denk wel echt aandacht. En mijn moeder was een soort van semi-kookverslaafd, is. En mijn tante die had een kledingwinkel. Dus dat was een soort van Koop. Gedeelde... Koop, ja. Okay. Ik wil net zeggen, kookverslaafd. Nee, not my mom. Nee, kookverslaafd. Ja. Ja, gewoon echt heel veel spulletjes, hoorden. Ja, ze heerlijk gewoon al die... Cozy. Nice. Zingen op de wc? Ja, niet meer. Dat ik vrij zeker wel kan horen zingen op de ja. Een beetje neurie op de plek. Lekker plasje. Ja. Zeker lekker plasje. Ja. Interesting. Ja. Ik ben waarom zou je dat doen? Echt een oude mannen ding om te doen. Er was een vriendin die ging eventjes douchen bij mij. En die was ook lekker aan het zingen onder de douche. Toen dacht ik, wow, dat is echt... Dat is vrijheid. Dat is vrijheid. Ja, dat voelde echt goed. Doen. Ontspanning. Ja. Een soort van je eigen... Dat doen jullie niet? Zingen onder de douche? Nee, bij iemand anders. Oh. Zing jij onder de douche? Zing jij onder de douche? Nee, ja, oké. Okay. Ik kwam dus laatst achter iets van... Nee. Ik zing dus de hele tijd thuis. Maar ik moet de hele tijd lachen om mezelf mijn kanker door mijn shit zingen. Arme Niederman. Ja, nee, maar als ik dus, maar dat is dus meer als ik denk dat ik alleen ben. Of soort van, en laatst was ik dat aan het doen, niet weten dat Nina gewoon enige ruimte naast me zat. En die kwam op een gegeven moment, kwam ik de hoer lopen en die keek me aan en zo. Ik kan bijvoorbeeld, was je nou net aan het zingen tijdens het passen? Wat? Was je net aan het zingen tijdens het passen? Nee, we hoorden het niet. Klein liedje. Klein sample. Ik zelf zin niet aan het zingen. Ik keek wel, ik checkte wel mijn apps. En ik constateerde wel dat ik, iets meer heb gedronken dan de vorige keer, maar ik heb het zeker niet gezongen. Wat zal ik gedronken dan de vorige keer? Ja, nee, we hoorden je. Je was aan het neurien, het was niet ver. Ik en ik zag dat ik meer gedronken had. Je houdt bij wat? Nee. Is dat goed of zo? Je houdt bij wat je drinkt? Ja. Hoe? Maar de vorige keer nauwelijks dronk en nu wel. De vorige keer ben je... Wanneer heb je dit genocht? Maar op welke app zie je dat dan? Ja. Nee, ik check mijn appjes. Ja? En tegelijkertijd dacht ik... Het beeld draaide. Volgens mij heb ik... Dus ik check op mijn app en ik heb meegedronken de volgende keer. Dat van je met een soort van zieke... Die met een soort van blaastracker. Multitask en plassen. Ja, oké. Ja, en dan ook nog zingen tegelijk. Dat is echt insane. Ik heb niet gezongen, ik zweer het. Wij weten met z'n allen vrij zeker dat jij gezongen hebt. Wat voor lied was het? Nee, niet best een heel leer. Kevin zingt heel vaak in zichzelf, het is oké. Het was een hele leide zelfvoldane neur. Wat is de laatste dat je... Tot je zelf hebt gezongen waar je stuk om ging. Kevin. Oh, maar het is letterlijk. Het is bijna altijd iets met suck my arse of soort van. Gewoon iets heel doms en dan soort van. En dan moet ik daar heel om lachen. Ik vind dit echt een lijpe laag toevoegen aan jou als persoon. Ja, zeker. Het slaat echt nergens om, maar ik had het gewoon niet verwacht. Oh nee, ja, nee het soort van. Ik kan echt, zeg maar. Maar dat kan, is niet bewust. Ik denk dat het doodeng moet zijn voor Nina. Dat is crazy. Dat is het ergste. Nina keek me echt... Nee, het is dan letterlijk zo van...
Dan bezing ik welke sokken ik pak en welke kleur die hebben. En dan lala, zak naar haars. En dan moet ik daarom lachen. Maar meer omdat het zo idioot. Ja, ik kan niet. Nee, dit klinkt echt psychopathisch. Een beetje op mijn zoontje, man. Ja, en hoe oud is je zoontje? Ja, 5. Ja, zie je. Die maakt zichzelf wakker met zingen. En gaat naar bed met zingen. Ik lach mezelf dus. Dit is het allerengste van Nina ooit. Ik lach mezelf best wel vaak wakker. Zeg maar, nee, ik heb twee ja. Kanten. Ik kan schreeuwend wakker worden, letterlijk schreeuwend van nachtmerrie, maar echt bezweet en gewoon. Maar niet bezweet als in mijn shirt is doorweek bezweet. Maar de andere kant wat ik dus heb, is dat ik mezelf wakker slappen lach. Je moet die Sleep Talk app downloaden. Nee, maar dat gaat niet. Maar dat neemt hij ook op. Dan. Ja, maar dan hoor je hem gewoon wakker. Het is kanker, man. Als ik het door heb, dan app het soort van weg. En dan is dat van. Oké, dat is echt van. Dat is fun. That happened. That was fucking weird. Bizar. Ja. Wow. Ik vind het wel leuk om in jouw hoofd een inkijkje te krijgen. Ik ben dus helemaal niet zo normaal. Ik heb het niet het ooit geklemd? Nee, dat zeker niet. Zo dan met de therapie sessie. Ja, wat wil je uit? Wat komt er s'nachts allemaal naar boven dat dit gebeurt, jongens? Niet gewoon wakker worden. Ja, iets met zak mijn aars waarschijnlijk. Ja, sokken die gewoon. Nee, ik denk dat ik wel dat mijn hersenen gewoon heel snel. Maar is het dan giechelen of grinniken of bulderen of? Oh nee, echt stoppen lachen. Ja, echt. Sick. Echt lolling. Lolling, laugh out loud. Lolling op de vloer, lolling. Dat is een van de dingen waar ik het meest over. Zeg maar, er is zo'n filmpje van Peter R. de Vries. Dat hij dan lol, laugh out loud. Ik denk zo vaak aan hem als ik lol zie. Dat denk ik van, oh ja. Hij gaat dan uit. Hij zegt dan, hij leest dan lol. Ja, in appjes. Of sms-berichten. En zegt hij, laugh out loud. Ja, dat is gewoon. Ja, oh. Rip. Ja. Laughing out loud. Ik heb wel gehuild, hoor. Toen. Echt? Eventjes, ja, man. Ik had hem ook wel zwaar, hoor. Echt? Ja, man. Ja, fucking zeker. Legend. Want hij was gewoon hard. Hij was ally, ja, ook, ik hè? Ik merkte dan misschien... Ja, nee, hij was een soort van die guy gewoon die je nodig had in de politiek. Ja, die gewoon... Ja, ik merkte toen misschien dat ik hem toch altijd meer als een soort van meme-grap zag. Ja, zo. Ik ook. Toch? Ik had niet... Toen iedereen daar zat helemaal... Toen iedereen het boos dacht ik, ja? En toen op een gegeven moment ging een soort van... Toen dacht ik wel, oh ja, wacht. Niet eens dat ik best dingen ging checken, maar dat ik van, oh ja, hij was wel een harde guy. Yeah. Maar hij hard was wel meer voor, hij was wel een soort van, hij was dermate bekend, dat je op zo'n soort, automatisch een soort meme level komt of zo, toch? Je niet meer serieus voor het volk. Ja, soort van, hij is Peter Erdogan, lol, oh ja. Hij is gewoon house of name, ja. Bro, hij is gewoon bij ons sinds ons 11 of zo. Zo lang is hij op de... Ja, zondagavond, man, Peter Erdogan. En daarna, bij een bierbroodspot, reportage. Wauw, pijn. Stel je voor dat André van Duin geliquideerd wordt. Dan ga je ook daarin zitten. Ik heb mijn allereerste keer... Onze eerste reactie. Ja. Ah, even wachten, pizza. Dat heb ik ooit. Dat was de eerste keer dat ik op een podium stond. Heb ik het geplaybacked voor de scouting. Dat was, wat? Ja. Wat heb je gedaan? Even wachten, pizza. Geplaybacked voor de scouting. Pizza. Oh, ik dacht even dat je mij had gedaan. Pizza. Pizza. De gedachte dat André van Duin op een dag... dood is, want daar zit er best dicht tegenaan, denk ik. Ja? Minder heftig dan Peter de Vries. Nee, maar het stopt me wel op. Want hij is zo iemand waarvan ik dan denk van, hij is immortal. Of Caroline de Kuil. Misschien is hij dat wel. Nee, maar als André vandaag nu doodgaat, denk ik letterlijk, oh ja, shit man, hij is inderdaad, hij moet ondertussen inderdaad gewoon 85 zijn. Shout-out naar hem, onze little guy. Is het van, dat is niet zo... Wie is Caroline de Kuil? Ben jij dat? Catharine Kell. Catharine Kell. Zij is ook zo. Die is dood. Is die niet dood? Nee, die leeft. Maar die is eigenlijk. Kut als ze het over jou gezegd hebben. Hij is dood. Nee, hij is toch. Is zij niet dood? Maar weet je wat ik ergens zou vinden? Van Telekids, dat duo. Dat is gewoon je tv. Catharine Kell, ja. Ja, maar die leeft nog wel even, denk ik. Ja. Of Henny Huisman is ook al de dik in de 70. Hij schijnt ook best wel een oplichter. Ik wil nu allemaal mensen opnoemen die binnenkort dood gaan. Ik kan me oprecht geen Nederlandse slap op leeftijd voorstellen als hij dood zou gaan dat me iets zou doen. Nee. Oh. Nee. Oh. Ook niet als in, dit was echt een icoon in mijn jeugd. En wie? Nou, als Georgina Verbaan ooit een keer ooit doodgaat, yeah? I will cry. Costa. Meneer, ja, gewoon haar. Ik zag meneer gewoon... Harmsen, waar was je toen? Oh nee, weet je wie me opvakte? Weet je me opvakte? Meneer Harmsen van GTSD. Nee. Ja, weet het. Aart Staartjes fokte hem op. Oh, Aart Staartjes. Inderdaad.
Aan stage vond ik hem op, maar meer omdat ik hem één keer in mijn set heb meegemaakt. En toen dacht, dat was een van de eerste keren dat ik op een echt filmset stond. En deed ik de making of. En dat was dan met meneer Aag meteen. Dus het was dat, ik kwam tot groen als fuck naar Amsterdam. En ik mocht de making of maken bij een kort film. Dat was met meneer Aag. Ja. Klinkt als een film van Michiel. Ja, Michiel, ja, ja, ja. Ja, ja. En de eerste dag op die set gingen we daarna, terwijl we klaar, toen zat ik op een gegeven moment zat ik gewoon een biertje drinken met meneer Aag. Dat was gewoon zo. En meneer Aag had gewoon zo'n car brak aan en gewoon een Converse. En was gewoon, hij was gewoon gekleed als een soort van hippe guy. Echt letterlijk. En toen, dat kan niet, hè? Hij is gewoon een soort van in je hoofd dan een soort van. Ja, maar ja. Hij was super chill, hij was echt vet leuk. En toen, dit verhaal, die staartje story van mij ken ik wel toch? Een beetje. Toen stonden we één avond stonden te draaien in de Febo bij Rembrandtplein met meneer Aag. Ja, ja. Het was gewoon zaterdagnacht. En er kwamen een paar guys aan, een soort van moeilijk doen. En soort ja, van, ik ken hem, ja. Want het was wat afgezet. Van nee, we moeten hier chappen. Aan de kant. En die security, en er was wel security bij. En die keek ook een beetje moeilijk naar die gasten. En het was een soort bijna ruzie tussen die security en die gasten. Die gewoon die set opliepen. Het was een soort van, oké, stare down, wat gaat er gebeuren? En die twee guys kijken om en zien een soort Aad staart staan. Zo, enorme meneer Aagt! En terwijl ze gewoon op de foto met hem. En ze liepen gewoon letterlijk een take in. Maar in die take herkennen ze hem. Ze van, oh shit, meneer Aagt! En toen was het van, oké, laat ze maar op de foto gaan. Maar het tweede wat ik meegemaakt heb, of die, later op die avond, stonden we op Leidse. En toen kwam op een gegeven moment twee meisjes van 20, 21 zo, oh nee, meneer Aagt, maak op de foto. En ik stond ernaast en toen ving ik op dat hij zei, ja, als meneer Aag iets jonger was en niet nu aan het filmen, ging hij nog wel even met jullie feesten. Ja, en toen zat ik echt zo, en de fans of meneer Aag. Whatever, he's a man. Het is wel zo'n Amsterdamse-achtig. Tuurlijk. Tuurlijk, hij was ook gewoon cool op doen. Maar tegelijkertijd was dat van, bro, je bent meneer Aag. Maar je kan niet zo smooth met chicks gaan doen op Leidse. Nee. Maar wel, nee, ja. Nee, gewoon een soort van, ja, hij doet ook zo niet eigenlijk. Alsof Gerda Havertong zou zeggen. Oh, Gerda, ik was laatst met Gerda Havertong. Ja, precies. I swear to God, ik was laatst podcast opnemen met Gerda Havertong. Sick, ja, ze was fucking lijp. Zeker weten, echt. Ze leeft mega. Ze is echt fucking lijp. Jordi, toch? Ja, Jordi Season. Oh, echt? Fucking ik heb zeker foto's met haar. Great, zij is echt cool. Op een gegeven moment was alles gestopt. En de opname guy zei ook van, ja, ik ga nu stoppen met opnemen. En toen zei zij ineens van, ik ga nu wat zingen. En ze begon echt uit volle borst te zingen. En aan het einde daarvan zei ze, is allemaal fonetisch. Ik heb geen idee wat ik heb gezegd. En iedereen zat daar, bro. Zij kan echt shit doen, omdat ze zo'n Gerda leuk, sympathiek, is. Ja, Gerda Havertong. Kleine fun fact, ze sprak Surinaams tegen me op de set van Jordi. En ik verstond het niet zo goed, dus ze diste me ook. En toen ging ze over naar Lexus en die kwam wel met een antwoord. Maar dat is wel motivation voor mij om de taal echt goed te maar leren. Maar verstond je het volume-wise niet zo goed of verstond je de taal-wise niet zo goed? Ja, ze vroeg iets wat oude mensen vroegen, weet je, van, oh, wat betekent dit? En ja, maar ze kwam al zelf met de vertaling en toen zei ze tegen Lexus zo van, ja, het betekent dit toch? En hij zei gewoon ja. Oh. Dus hij was het waarschijnlijk ook niet. Ja. Misschien is hij er gewoon makkelijk vanaf gekomen. Ja, absoluut. Lexus is ook echt een beest in Jordi Season. Ik geloof. Hij kwam alleen maar binnen, hij ging op een stoel zitten en hij zei, Teflon. Teflon? Spoiler. Ja, Teflon. Oh, wow. Het zit ook in de trailer van mij. Oh, ja. Echt harde guy. Jordi Season 2. Ja, plug it. Het is al uit, man. Ja, de eerste twee afleveringen. Oh. En ik ben vanaf aflevering 5, volgens mij. Ik heb mijn eigen aflevering ook, Star Wars Season 2. Laatst al gezien in de, bij Joppo in de Grot. Ja, man. Oké. Okay. Ik vind het wel een leuk einde. Als je iets te pluggen hebt, mag je het pluggen. Dat vind ik altijd goed. Ja, Vero plug iets wat je pluggen. Wageningen Show. Wageningen Show, wacht, 5 november. Nee, als wat ik. Wat gaan we waar in Wageningen? Studentenvereniging De Natte Handdoek? Waarschijnlijk. Okay. Nee, pop. Gemeentefeest, hoor. Gemeentefeest, Wageningen. Gemeente Wageningen. Die vraag
tijd, nou net, 5 mei. Maar het ik heb contact met David. Ik vind het helemaal prachtig. Ik heb voorzien. Het is heel erg aan landbouw, hè? Oh, ja, ja, ja. Dus kijk uit het hele land. De dode herdenking. Lees even de Wageningenkrant. Ja. Oh, I will. Ja, nee. Iemand nog wat te pluggen? Heb jij nog wat te pluggen? Nee, ik heb helemaal niks te pluggen. Nee, ja, ik ben mega psyched om een action workshop te doen. Fight scene. Maar vertel ook nog even over de voice-over business. Want... Nou, eigenlijk doe ik dat... Ja, ik doe alleen station voice on King. Dus vandaag tussen 9 en 12 hoor je... eigen radiostem. Ja, je doet hoor je Michiel... nee, hoe heet het nou? Je Michiel Veens gaat tussen 6 en 9 vandaag Michiel King. Dus weet je dat? Oeh. Maar nou, ik vind het wel... Ik ben niet ASMR, maar... Hi. Dus het is dat eigenlijk wel heel... Ja, eigenlijk in de marketing van Widom Temptation. Dus eigenlijk, en ze hebben geen platenlabel, dus ze brengen alles uit in eigen beheer. Maar het is even rustig, want ze gaan schrijven aan een plaat. Dus, even vrij platen regelen voor ons. Tuurlijk. Evanescence. Even zonder grap. Widom Temptation. Ik ben gefascineerd door die vlaggen. Wat? De vlaggen. Is zwaaien, zo oh ja. Ja, nee, dat zeker. Ja. Gewoon een keer live zien. Nou, dat mag. Als het doorgaat, Maarten Vreel. De World Collide hoort aan met Diego. Met de Scandinavische. Echt sick dat je weer de Temptation wil zien vanwege de vlaggen. Vanwege de vlaggen. Ja. Stel je voor, je komt er geen vlaggen. Ja. Dan moet iedereen zijn vlaggen vergeten. Dan is dat voor mij wel echt een stuk minder. Ja, ze komt op met vlag. Een vlag, zie je. Kunnen we dan een vlag doen? Ik wil Sharon den Adel niet in een rokerig zaaltje. Nee, ze komt erop met een vlag. Als ja, ik dacht dat zij niet een rokerig... Ik dacht dat zij letterlijk de goudvlag... Rustig. Ik wil gewoon echt die gotische shit zien. Oh nee, maar dat doen ze niet meer echt. Want ze willen wel... die mag ik niet zeggen. Oh. Ze gaan nu binnenkort ook een liedje doen... samen met een nieuwe tijdse emo-band van onze generatie. Ze zijn helemaal niet meer zo oldschool. De vlaggen zijn nog wel. Ze een beetje met vlag. Dus maart, april, de World's Collide Tour. Die vlaggen hebben een soort stadionband-achtige appeal feel. Ja. Ik zeg van, you're witnessing something really big. Ik vind het heel sick dat jij die vlag zo uit hebt. Heb je dit gezien toen je heel klein was? Maar je hebt ze nooit live gezien, of wel? Nooit. Nee, dat kom je achter die vlag. Ja, komt. Ja, weet ik niet. YouTube. Ik heb vroeger ook met Marilyn Manson, toen ik 12 jaar terug wilde ik die ook heel graag zien. Maar op een gegeven moment werd die wat serieuzer, toch? Ging hij ook akoestische shit doen? Ik vond dat best een goed album. Ook met Hurt had hij ook gedaan? Of wat had hij met Junkie? Nee, dat is... Dat is geen Sneels. Ja. Ik wil Marilyn gewoon zien als een soort enge fucking clown. Ja. Niet als een soort iemand die net als Fred Durst... En zo wil je weer de station gaan zien als kasten met vlaggen. Ja. Dead Vibes van Limp Bizkit. Dik. Hey, morgen een nieuw album, hè? Nooit! Nee, niet morgen. 31. Nee. Shit, shit. Zin in. Heb jij nog iets te plukken? Ja, heb jij nog iets te plukken? We moeten de bad guy. Wrap it up. Ik was echt het verval van... Lit and woke. Ik ga zo meteen naar vlaggen kijken op YouTube van Lit and Temptation. Ja, Lit and Woke, best save van 2022. Komt eraan. Ja, het Lit and Woke, maar dat komt volgende week dinsdag uit. Dan ben ik het plukken voor iets wat over 4 maanden uitkomt. Lit and Woke? Nee, deze podcast. Oh, nice. Ja. Oké, ronden we af, Shiron. Toekomst. Dankjewel. Was gezellig, jongens. Ja, absoluut. Zeker. Ja, deze was echt mega goed. Echt, ja, deze? En ook naar ons. Shout-out. Ja, zeker. Ja, we gaan wel vlaggen van je kopen. We gaan gewoon een stokvlag. Ja, gewoon die Keltische shit. Dus. Is er iets wat jij wil? Uit in mijn cultuur komt dat niet voor. Nee, maar... We gaan vlaggen voor je fixen. Jij hebt iets heel specifieks in je hoofd. Ik wil het begrijpen, maar ik begrijp het niet. Die vlaggen, man. Maar wat staat op die vlag? Ja, er zijn vlaggen. Van Noorwegen of zo. Scandinavische tekens en shit. Wat voor vlaggen? Hellevuur, toch? Hellevuur. Hellevuur, gang. Bro, ze heeft gewoon een vlag vast. Is dit het? Maar dat is de opkomst, denk ik. Ja, maar... Wat ik me voorstel is dat ze echt met 5 vlaggen tegelijk zo... Dat doen ze nooit. Dat niet meer. Maar dat deden ze wel. Dit is niet de unique selling point. Nee, ja, ik snap echt ook niet zo goed wat daar... Ik hou van zwaaiende vlaggen altijd. Ook in de Amsterdam Arena. Ja, dan ben ik niet zeker of dit... één nummertje heeft vlag. Even allemaal lachen voor het camera.
Maar ook in combinatie met die LARP-achtige muziek. LARP-achtige. Weet je, gewoon echt, ja, weet je. Ik, ben, ja. Ik vind dat ook. Ik wil zo graag een keer LARPen, lijkt me zo ding. Oh ja, inderdaad. LARP it up, bro. Oh, klaar, ja. Jij bent kind of LARP-y, toch? Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Ja, ik wish. Ik heb met zo'n 11 oren en shit. Ja, oh ja, 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 maar ik zou het echt moeten doen. Ze zijn fucking goede acteurs. Okay, we out. Peace. Love you. Bye. Podcast. Ze zijn heel goede acteurs bij LARPen. Ja? Bij LARPen. Die liggen echt dood te gaan en dat acteren ze. Yo, ik kon laatst op Vinted voor 500 euro een monniken outfit. En toen dacht ik, wow, deze shit is ook nog...